Ik hoop dat mijn stem niet weggaat, dat is het enige wat ik hoop, want ik heb gisteren nog één webinar gegeven gehad, die dus wel een beetje uitgelopen is toen. Maar we gaan proberen dus vandaag daar iets aan te doen en dan ik hoop dat mijn stem dat bijhoudt. De opname is op dit ogenblik bezig. Wij gaan dus vandaag u proberen wegwijs te maken in het uitstippelen van fiets- en wandelroutes. We gaan dat doen met drie programma's. Dat heb ik ook doorgekregen op de uitnodiging. Dus ik ga beginnen met Route U. Daarna gaan we naar fietsnet.be. En tot slot gaan we ook nog eens kijken naar Strava. Ik doe dat vooral omdat ik, wat mij persoonlijk betreft, heel veel de combinatie gebruik van ofwel fietsnet ofwel Route U met Strava. Dus ik gebruik dus heel dikwijls Strava ook, altijd eigenlijk als ik wandelen ga, fietsen ga, gebruik ik altijd Strava. Maar ik bereid het wel altijd voor op Route U of op fietsnet.be. Dus we gaan eigenlijk beginnen vandaag met... er is nog iemand die binnenkomt. Nou, dat kunt jij je ook toelaten, want dat weet ik niet. Ja, ik heb ze toegelaten, ja. Ah ja, oké. Dan moet ik me daar niet meer naar kijken gaan. Dan ga ik dat wegdoen bij mij. Dan ga ik dat niet meer openhouden. Voilà, dan heb ik volledig scherm. Dus wij gaan vandaag beginnen met Route U. Ik ga dat scherm al eventjes open doen. Nu zie je al dat ik al op Route U zit. Ik heb natuurlijk alles in één keer klaargezet. Een tweede zaak die we gaan doen, dat is fietsnet, maar dat zullen sommigen onder u misschien al beter kennen als route. Maar hij gaat precies niet open. Dat vind ik raar dat het niet open gaat. Route U gaat wel open, maar fietsnet zal straks wel open gaan. Dus maar om u in te loggen met Route U, en dat gaan we u ook dadelijk laten doen. En, Laura heeft me ook gezegd dat jij allemaal mogen kunt deelnemen aan de gratis 3 maanden proef. Dus Route U is gratis. Ik gebruik de gratis. Ik betaal nooit niks aan programma's. Dat doe ik tot nu toe nog altijd niet. Dus ik gebruik de gratis Route U. Voor de mensen die nu voor de eerste keer aanloggen, die krijgen hem voor 3 maanden, de betalende, ook gratis. Hoe dat verder dan verloopt, dat weet ik niet. Ik heb nooit de betalende gedaan, dus daar kan ik u niet op antwoorden. Maar wat ik wel ga doen... Ik ga even iets veranderen hier. Hoe gaat je op Route U? Want ik heb een paar slides gemaakt. Dus als je zelfs op Route U gaat, dus je gaat zelfs naar Google en je gaat naar Route U. Hoe kun je dat doen? Dat moet ik misschien eerst ook nog zeggen. Als jij op deze zit en van boven rechts heb je een kruisje staan, heb je een vierkantje staan en heb je een minteken staan. Als je op dat minteken drukt, dan blijf je mij altijd horen. Dan gaat het scherm wel weg, maar dan blijf je mij altijd horen, dat wel. Hè? Dus dat is toch wel belangrijk. Zelfs als je op Google gaat en gaat naar Route U om het programma te openen, dan kun je dat natuurlijk via dat minteken, dan blijf je mij altijd horen. Dus dat is wel interessant dat je dat weet, dat je dat kunt doen. Dus ik moet eventjes terug naar mijn... presentatie gaan. Zo. Dus als je zelfs naar Route U gaat, dan kom jij, dus je brengt in Google Route U in. Je gaat dat openen en dan als je Route U geopend hebt, dan moet je u nog gaan registreren. En dan zie je hier waar dat pijltje staat. Daar staat zo'n vierkantje met zo'n pijltje in. Dus daar moet je op klikken gaan. En dan moet je gaan registreren. Registreren is eigenlijk niet verplicht, maar ik raad het u wel aan om het te doen. Omdat je dan veel meer mogelijkheden krijgt met Route U. Dus het is nog altijd de gratis versie. We gaan niet naar de betaalde versie. Dus als het de eerste keer is dat je bij Route U aanlogt, dan ga je u eerst hier registreren. Voor de mensen die wel al ingelogd geweest zijn, die kunnen natuurlijk hier een e-mailadres en een wachtwoord inbrengen. En kunnen zich dan onmiddellijk inloggen of aanmelden met Route U. Als je geregistreerd hebt, dan krijg je dus een dank u. Hè? Dus je ziet, ik heb mijn vrouw één keer ingelogd gehad, omdat ik stond er al in. Het was moeilijk voor mij om dat nog aan te doen.
En dus dan krijg je een bericht dat er een e-mail verstuurd is naar u, naar dat e-mailadres. Dus in dat e-mailadres, dat is dan het e-mail die je krijgt, daar moet je je account nog eens activeren gaan. Eén keer als je dat gedaan hebt, je account geactiveerd, dan kom je automatisch in RouteU, dus waar ik nu opnieuw in zit en waar ik nu onmiddellijk ga naartoe gaan, naar RouteU. Misschien dat je eerst toch probeert nu eens allemaal naar Google te gaan, voor de mensen die nog niet ingelogd zijn, dat die ook eens RouteU inbrengen. Maar wel denken, van boven altijd dat minteken aanduiden hier, dan blijf je mij horen. En kun je mij later ook in de balk beneden, in de taakbalk, kun je mij altijd terugvinden. Dus daar kun je terug op Teams gaan drukken en dan kun je terug naar het gezamenlijk scherm gaan. Dus dat kan dus altijd. Dus probeer nu maar eens naar RouteU, naar Google te gaan en naar RouteU. Ik zal het u precies misschien nog eens rap voordoen, dat kan ik ook nog, want ik heb dat ingesteld, denk ik. Ja, oké. Ik ga het hier doen. Ik ga proberen. Dus ik ga nu eventjes naar Google. Ik hoop dat dat lukt. Ja, dat lukt maar nog. En hier breng ik dus RouteU in. Hè. Zo. RouteU. En je kunt gewoon naar RouteU klikken. En hier kun je dan onmiddellijk al wandelroutes, hier kun je RouteU, daar klik je op en dan kom je in het programma terecht. Ik zit er dan natuurlijk onmiddellijk in, omdat ik aangelogd ben al, zit ik er onmiddellijk in. Dus ik kon er onmiddellijk in. Mocht dat zelf eens proberen, als het niet lukt, geef een seintje, steek je hand omhoog. Dan kunnen wij daarop inspelen gaan. Probeer maar eens, als het niet lukt, laat maar iets weten. Maar dan kun je zelfs ook een beetje oefenen in RouteU, want het is toch altijd gemakkelijk als je dat eens probeert, om dat je later wandelingen of fietstochten kunt uitstippelen gaan. Als het niet lukt, laat het weten. Hè? Er zijn nog altijd mensen die proberen binnen te geraken, zie ik. Ja, nu zijn ze er al. Dus als je iets wilt zeggen, dan steek je gewoon je handje omhoog en dan moet je je micro aanzetten en dan kun je altijd iets vragen. Hè? Ja, Maria heeft een vraag. Jij mag je micro aanzetten en Maria van Oven, en je mag je vraag stellen. Wel micro aanzetten. Oké, het handje is weg. Goed. Ja, Maria, zeg maar, je moet wel je micro aanzetten, want anders hoor ik je niet, hè. Je micro kun je van boven aanzetten. Ja, ik heb je micro aanstaan, zeg maar. Ik zie me, ik hoor Maria niet. Nee, Maria, wij horen u niet. Misschien moet je het in de chat proberen stellen, uw vraag. Want vorige keer herinner ik mij dat de chat bij u ook gelukt was. Dus probeer eens iets in een tekstballonnetje, als je daarop klikt, in de chat te zetten. Dan kunnen wij antwoorden op uw vraag. Lukt het bij iedereen? Bij mij is het gelukt, maar ik krijg de site wel in het Engels. Maar ja. Die kun je aanpassen. Pop, hier. Als jij. Oh ja, ik zit er niet in de dingen. Sorry, wacht even. Ik ga je dat laten zien. Je kunt die aanpassen.
Je kunt dat op Nederlands zetten, dat is geen probleem. Nu moet ik zelf zoeken waar ik hem heb zitten. Hier. Ja. Dus nu ziet het op het scherm, kunt het nu zien als je terug naar mij gaat en naar de Teams gaat. Hier staat de wereldbolk langs zij. Aan de rechterkant op RouteU staat de wereldbolk. Ik zit er nu met mijn muis op en daar kun je Nederlands aanduiden. Dan de Nederlandstalige. Ja, dat is gelukt, Rick. Dank u wel. Ja. Oké. Okay. Is het bij iedereen gelukt? Als er mensen zijn die niet gelukt is, laat iets weten. Ik zie een handje bij Willy. Willy Hansen. Ja, Willy, zet je micro maar op. Dag Rick. Rick, ik kan inloggen. En als ik mij probeer te registreren, dan zegt hij uw e-mail dat adres het al in gebruik. Dus misschien ben ik ooit geregistreerd geweest, maar hoe zie ik dat? Of ik inlog of ik geregistreerd ben of niet? Oeh, dat is een vraag waar kan ik ook niet op beantwoorden, Willy. Hoe je dat kunt zien. Wat zijn de voordelen van geregistreerd te zijn? Dat je iets meer kunt. Anders heb je iets meer mogelijkheden in de gratis die je anders er niet hebt. Ja. Maar je kunt proberen het er zonder hoor. Het kan zijn dat het lukt allemaal. Ik zie ook nergens iets om een nieuw paswoord te vragen. Dus ik zal er nog wel op zoeken. Staat er nogthans wel op, denk ik. Ik denk dat het er wel op staat. Daar. Ik zal weer eens gaan kijken. Normaal gezien moet dat erop staan. Eens kijken. Hier niet. Dan kan het hier staan. Heb je, Willy, heb je hier een manneke staan? Hier, naast de wereldbol, heb je daar een manneke staan? Nee, daar staat alleen iets om uit te loggen. Ah ja, daar heb ik een manneke staan en daar kan ik mijn profiel gaan wijzigen. Hè? Hier kan ik mijn profiel volledig wijzigen. Hier staat ook mijn wachtwoorden. Nu ben ik iets te ver gegaan, ben ik iets erbuiten gegaan. Ik ben buiten mijn profiel gegaan. Ik weet niet hoe dat komt. En juist voor dat teken staat... Ah ja, hier heb ik de openbare gegevens en de persoonlijke gegevens heb ik hier. Hier kan ik dus wel mijn wachtwoord ergens aanpassen. Hier kan ik wachtwoord aanpassen, ziet het? Hier kan ik mijn wachtwoord aanpassen. En dan ben ik natuurlijk wel geregistreerd geweest. Hè? Dus ik heb hier een manneke staan en jij hebt daar ergens iets anders te staan. Ik weet zelfs niet wat dat erbij staat. Ah ja, daar staat dat dingetje met dat pijltje in dat je nog moet registreren. Ja. Oké, maar dat vind ik wel. Ja. Maar daarvoor staat de upgrade in het rood. Als je daarop klikt, ja, dan kun je kiezen om een betalende versie te nemen. Dat is een betalende versie, ja. De upgrade is een betalende versie. Dus er zijn ook verschillende soorten in. Maar ik heb die nog nooit gebruikt gehad. Je kunt die, als je voor de eerste keer aanlogt, zeker 3 maanden gratis krijgen. Je kunt ervan profiteren, maar ik heb het niet gedaan gehad, omdat ja, ik zit al zo lang in RouteU dat ik het niet gedaan gehad heb. Nee. Goed, als iedereen nu bijna geregistreerd is, denk ik, want op die tijd moet dat normaal gaan, want het gaat vrij vlug, die e-mail krijg je vrij vlug binnen. Dus wat wel interessant is, als je op route, je kunt nu terug naar Teams gaan als je wilt. Dan kun je opnieuw zien wat ik aan het doen ben. Want ik heb op dit ogenblik het scherm van RouteU openstaan, dat jij ook kunt zien normaal allemaal. Als dat niet is, moet je een seintje geven. Dus je ziet hier al, eerst en vooral krijg je een deel reclame. Die schuif ik altijd naar boven, die heb ik natuurlijk niet nodig. Je ziet hier al, vooral hier aan de linkerzijde, je ziet de menu's staan. En die is soms wel eens belangrijk. Dat kun je gaan upgraden natuurlijk, hè, als je daar een betalende versie wilt hebben. Maar hier kun je ook zoeken een route. Kun je hier plannen route, bezienswaardigheden, nieuws, evenementen, groepen. Kun je daar eigenlijk allemaal vinden.
Normaal gebruik ik daar niks van. Ik kom daar praktisch nooit niet in. Hier, misschien de laatste bekekenis. Daar kom ik soms misschien wel eens in. Hier kun je ook de taal instellen. En dat is misschien, heb ik juist nog gezegd, dat kun je hier ook nog. En dan kun je hier, kan ik dan, als ik op dat pijltje druk, langs mijn naam. Daar kan ik dan ook mijn routes, mijn route U, mijn routes ook, mijn favorieten, mijn profiel, mijn aankopen. Dus dat is als ik een betalende versie neem, de upgrades afmelden, kun je hier ook altijd. Ik meld me nooit af, ik laat mijn account altijd openstaan. Dus als ik dan op route U ga, ben ik ook onmiddellijk in de zaak ingelogd. Dus ik sluit dat nooit af. Dan hebben we hier aan de andere kant hebben mijn profiel staan. Ja, ik heb hier dus de wereldbol, dat is voor de taal in te stellen. Heb ik dan mijn profiel staan en dan zag je ook weer al wat ik daar juist aan de linkerzijde ook heb laten zien. Dan kun je hier natuurlijk ook weer al hetzelfde zien, maar dat heb ik normaal ook nooit niet nodig. Waar ga ik wel naartoe? Dat is zoek een route. Zoek een route. Dat is toch altijd plezant. Kun je een route zoeken die al bestaat. Hè? Dus ik ga nu eens gewoon zoek in route doen. Ik heb daarop gedrukt. En dan ga ik natuurlijk zien. Even komen. En dus ik kan hier nu krijg je al een heel deel voorstellen van routes. Maar nu kun je hier ook een auteur instellen. Als je daar iets van weet. Of je kunt een dorp instellen waar je misschien wilt naartoe gaan. Herk de stad, ik zeg maar iets. Of Diepenbeek, of Genk, of Hasselt. Hè? Dat kun je hier ook, maar je kunt hier ook een auteur instellen. En ik ga hier nu gewoon mijn routes klikken. En dan zie je ook dat hier al mijn routes beginnen. En hier zie je al een heel pak routes van mij openstaan. En daar zijn er niet weinig voor mensen. Je ik heb er op dit ogenblik 299 erin staan. Routes die ik in Route U heb staan. Dus dat wil dus zeggen dat ik vrij veel fietsen ga, vrij veel wandelen ga. Maar ik heb mijn route ook verbonden aan mijn Strava. Dat wil dus zeggen, als ik met Strava iets gedaan heb, dan krijg ik ook automatisch, komt die ook in route te staan. Niet tegenstaande ik met route niks gedaan heb, als ik met Strava deze gedaan heb, dan komt die ook in route te staan. Maar ik kan bijvoorbeeld hier ook, ik ga gewoon nu eens, Wallense Bokkenrijders. Wallense Bokkenrijders inbrengen. En dan zie je... deze hier. En dan zie je hier, dan gaat hij dadelijk, de Wallense Bokkenrijders, dat is de wandelclub waar ik bij ben. Dan zie je hier ook al onmiddellijk wandelingen die de Wallense Bokkenrijders in april hebben openstaan. Nu, dat is misschien interessant en daar ga ik mee beginnen voor de mensen die zelf niet graag iets uitstippelen gaan. Op wandelblog.com is het. Wandelblog.com. Daar vind je een heel pak uitgestippelde wandelingen staan, die nu in coronatijd allemaal worden uitgestippeld. Want morgen ga ik bijvoorbeeld deze wandeling ga ik morgen doen. Die staat voor mij morgen op programma. Dus B, dat is 9,44 kilometer. Die ga ik dus morgen doen, die wandeling. Ik kom daar zelfs wel op terug, hoe je daar moet opkomen. Maar je kunt dus heel veel wandelingen gaan zoeken. Ik ga eens eventjes naar wandelblog.com gaan. Wandelblog.com, hier is hem. En dat is dus wel interessant, mensen. En hier zie je dus een heel, dat is van de Wandelsport Vlaanderen, van de VZW, het vroegere Blozo. En hier zie je een heel deel uitgestippelde, uitgepeilde wandelingen. Ik ga daar eens op klikken. En dan komen die wandelingen tevoorschijn van een heel pak wandelclubs die wandelingen hebben. En ze beginnen met Antwerpen, provincie Antwerpen. Maar als je een beetje naar beneden scrolt, dan kom je in Limburg terecht. En dan zie je dat Leopoldsburg wandelingen heeft, dat Beringen wandelingen heeft, dat zijn Voeren wandelingen zijn in Borgloon. Heel mooie trouwens hier in Borgloon. In Lommel, in Paal, in Kleine Brogel, Oostham, Exel, Neerpelt, Dilze, Diepenbeek, Overpelt, Mazeik, Peer en Sint-Truiden. Noem maar op, As. Er zijn er een heel pak, dat zijn die Verwellen waar ik daar juist op zat. Geen Bos, Kleine Brogel, Genk. Nu, voor Genk moeten we wel oppassen. Die zijn niet uitgestippeld, dat zijn er die bestaande wandelingen die je overal terugvindt. Met de blauwe bolletjes, met de rode driehoekjes, met de oranje bolletjes ook.
Dus die zijn daar in gang uitgestippeld. Maar als je bijvoorbeeld, ga hier in Wallen, je kunt hier op plus B klikken en je komt dus automatisch al in mijn route U. Omdat die mensen werken praktisch allemaal de route U. Niet allemaal. Niet allemaal, maar praktisch allemaal werken ze met route U. Dus daar wou ik je toch zeggen dat je op de wandelclub, de wandelblog.com, dat je daar heel mooie wandelingen kunt gaan vinden. En ik ben ondertussen terug in mijn route U gegaan, ben weggegaan uit die van de wandelblog. Dus met die kun je dus hier vinden gaan. Dus dat is wel interessant dat je dat al weet. Ik kom daar straks wel op terug. Ik ga eventjes terug. Mijn routes ga ik ook nog doen. Je kunt mijn routes ook. En dan zie je, normaal gezien komen hier mijn routes dadelijk allemaal. Dus daar zijn er niet 299. Nu, daar zijn er bij fietsknooppunten. Daar zijn er bij fietsknooppunten, maar de meeste gaan er niet met fietsknooppunten vinden hier. Daar zeg ik u nu al erbij. Die gaan er hier niet vinden. Zijn er wel bij, hoor. Maar dan staat het erbij geschreven. Ik zal eens ene zoeken. Misschien dat ik daar ergens aan geraak. Dat ik ergens ene vind met... Ja, ik vind hem nu niet dadelijk, maar ik zal je straks wel een laten zien. Ah, hier zijn er mijn knooppunten, naar Diepenbeek. Dus dat is een die ik gemaakt heb, mijn knooppunten. Ik ga daar gewoon even op klikken. Dan gaat die open. En dan zie je al de hoogtes die je daar moet rijden. Maar wat zie je ook? Je ziet hier ook al onmiddellijk de knooppunten staan. En dat is dus wel interessant dat je dat weet. Ik ben vertrokken in Alken, omdat ik ben van Alken. Hè, en ik kom ook terug aan in Alken. Hè. Dus het is een lust die ik gemaakt heb. Je ziet ze hier ook staan. Dus dat is wel interessant. Dat zijn de info die je daarover is. Je kunt dan ook nog de bezienswaardigheden. Of de routeinformatie. Ga op routeinformatie drukken. Normaal moet die open gaan. Ja, daar is hem. Hij is open. En daar zie je ook de hoogteverschillen die je hebt. Hè. Hoeveel... Je ziet dat ik bij mijn kameraad, ik heb daar een foto opgezet, ik zie dat bij mijn kameraad van Okra, zijn we iets gaan drinken. Dat hoort erbij natuurlijk, maar nu met terrasjes die zijn gesloten, daar gaat het meer. Maar wat ook interessant is, je ziet hier bezienswaardigheden. Ik ga daarop klikken, op die bezienswaardigheden. Het zal normaal, het gaat langzaam open vandaag, vind ik. Ja, daar is het. En dan zie je hier een heel beschrijving van de bezienswaardigheden. Nu, dit kun je niet uitdrukken. Dat kun je niet uitdrukken als je de gratis versie hebt. Als je de betaalde versie hebt, kun je dit gaan uitdrukken. Maar, daar is een mogelijkheid. Is hier iets bij dat u interessant lijkt? Bijvoorbeeld de kleine tafel hier, brasserie. Je wilt daar iets gaan eten, dat is geen enkel probleem. Je gaat gewoon dit selecteren. Je gaat dat gewoon selecteren. En dan kun je gewoon rechtermuisknop. Je gaat dat kopiëren en je gaat het plakken op een Word-bestand. En dan heb je ook de gegevens. En die kunnen wel uitdrukken natuurlijk. Hè? Dus dat is echt, om dat eventjes te omzeilen hier, dat is dus vrij gemakkelijk om dat gaan te doen. Nu, als ik die wandeling, dat is een fietstocht, sorry. Dat is de informatie die ik daarover heb. Ik ga eventjes teruggaan, eventjes sluiten. En dan gaan we naar de reacties kijken. Daar zijn geen reacties, dat weet ik zo. Activiteiten die er zijn in de buurt, die kun je daar ook opzoeken. En dan kun je hier nog zoeken of er wandelingen in de buurt zijn of fietstochten in de buurt zijn. Kun je daar ook op zoeken. Dat is één zaak. Dat is gewoon de info die erop staat over die wandeling. Dan kun je hier downloaden. Ik ga dit eens doen. Ik ga dat downloaden. Maar de computer werkt heel langzaam vandaag, zie ik. Dus je kunt hier een overzicht openen, een Route U app. Dat ga ik u zelfs nog zeggen. Als je de Route U app wilt openen. Op uw smartphone, dat gaat ook, maar er zijn twee verschillende. Dat is de oude app en dat is de nieuwe app. Als je de nieuwe app wilt openen op je smartphone, dan moet je op je smartphone op Google gaan en Route U inbrengen. En dan kun je hier, in dit stukje hier in de menu, daar kun je dan openen Route U app. En dan krijg je de nieuwe, met dit logo op. Met dit logo op krijg je de nieuwe Route U app op je smartphone. Dat is misschien wel interessant dat je dat straks of dan ook doet. Hè? Maar je kunt ook een overzicht afdrukken. Dat kan dus ook. Ik ga dat nu eens doen.
Je krijgt hier, ik heb hier afdrukken gedrukt, je krijgt al dadelijk het A4-formaat waar het gaat opkomen en ik ga downloaden. Ik ga dat downloaden. Ja, het duurt vandaag een beetje. En dan krijg je dit schermpje en dan moet je opnieuw downloaden. Ga ik doen. En op dit ogenblik krijg ik dus de volledige route hier op papier. Dus met de knooppunten, die staan er allemaal op. De knooppunten staan er allemaal op. Er zijn ook plaatsen waar je ziet waar je iets kunt gaan drinken. Of waar je kunt gaan slapen. Of wat er iets te eten is, iets te drinken is. Daar staat er eigenlijk allemaal op. Maar ik ga je dat zelfs nog beter laten zien. Dat kan nog op een andere manier. Dus maar dat is wel interessant. Je hebt dan ook de afstand ook al in één keer. Het is 46 kilometer. Die rit die ik gemaakt heb van Alken naar Diepenbeek. Hè? Dat is 46 kilometer. Maar wat ook interessant is. Dat is die QR-code hier. De QR-code hier. Als je die gaat inscannen met je smartphone. Dan krijg je dit beeld. Deze kaart volledig op je smartphone te staan. Met alle gegevens erop. Als je gewoon die dingen inloggen, inscannen hier, die QR-code inscannen, en je krijgt die automatisch, krijg je die kaart op je smartphone. Nu, er zijn misschien mensen die vorige week met Okra Kempen de webinar gevolgd hebben om te werken met GPS op je smartphone. Nu die mevrouw, of was het een man? Het blijft gelijk of man of vrouw was. Het was een vrouw, Kathleen. Die zei dus, als je het op je smartphone zet en je gaat met je smartphone werken op GPS, dan moeten we drie zaken oppassen. Ten eerste, dat je batterij wel kan plat zijn. Hè? Dus je batterij gaat maar maximum 2 uren mee, dan gaat het met platte batterij zitten. En als je dan geen ander dingetje hebt om verder te gaan, dan zit het natuurlijk vast. Hè? Tweede zaak die je ook aan de hand hebt als je dat doet, dan ga je met oortjes moeten werken. Zeker als je aan het fietsen bent. En ik raad je dat ten stelligste af. Ik heb het gedaan gehad, hè, met oortjes. Je hoort totaal geen verkeer in je omgeving. Dus zeker als, de route U tegen u aan het praten is, dan heb je aandacht op die route U en dan hoorde je niks in het verkeer. Dus ik zou u zeggen, dat is heel gevaarlijk voor te doen. Een derde zaak die ik ook heb voorgehad, hè, zonder de platte batterij, het gevaar met de oortjes. Maar een derde zaak die ik ook aan de hand gehad heb, dat was in één keer dat mijn satellietverbinding weg was. Dan stond ik daar. Als je dan niet voorzien bent om iets anders te doen, dan kun je natuurlijk wel vastrijden, dus daar moet je mee oppassen. Het is daarom ook dat ik eigenlijk RouteU op mijn smartphone nooit gebruik. Ik gebruik daar altijd Strava. Maar daar ga ik u straks wel uitleggen waarom. Dus dat is de kaart die je kunt downloaden. Ik ga die hier weg doen. Maar je kunt hier ook nog afdrukken. Dat was nu de kaart die ik aan... je kunt ook het overzicht, dat heb ik juist gezien. Dat heb ik juist afgedrukt gehad. Maar je kunt ook een roadbook afdrukken. Een roadbook. Dat is dus wel interessant ook weer al. Hij is bezig met het op te laden weer al. Dan gaat dat ook weer downloaden. Goed, ik heb het hier. En dan krijg je de kaarten in verschillende stukken. Ook weer al met de QR-code. Ook weer al de hele gegevens op wat hoogteverschillen en dat er zijn. En moeilijkheidsgraad 3 op 10, dat is niet zo moeilijk. Met knooppunten, je ziet die knooppunten hier ook. En je ziet, dat is kaart 1. Je bent vertrokken en je gaat die knooppunten volgen. Dan gaat het op kaart 2 en dan kun je eigenlijk al veel meer in detail gaan zien waar je rijdt. Dat is soms ook wel interessant. Dat zijn dus alle kaarten die nodig zijn om die route te doen, die hier dan uitgedrukt worden. Hier krijg je ook nog eens de weg, hoe je moet rijden, tot waar dat je rijdt en hoe lang dat je rijdt en waar dat je moet rijden tot knooppunten. Zie je ook de afstanden nog. Dat is daar ook wel heel interessant als je dat allemaal moet hebben. Hier zit je bottelerij. Dus ik weet wel, als ik hier kom, dan kan ik daar iets gaan drinken. Ook TKW bijvoorbeeld. Hè? Kan ik daar hebben. Dus dan moet je wel weten, de TKW's die ken ik op dit ogenblik sinds de corona al allemaal overal. Hè? Dus daar ben ik al overal geweest, denk ik. Hè? Dus op die manier kun je dat ook weer al. Ik ga dat weer al weg doen. Dan hebben we de gids. Dan hebben we de gids hier. Ik ga die ook nog uitdrukken. En daar zie je voorbeeld. Dus daarom, om dat te doen,
moet je een betaalde versie hebben. Ik ga dat toch even downloaden, want dan zul je zien dat alles wat ik daar straks gezegd heb van de gids, die in de info stond, die kun je hier ook weer al niet zien, omdat we niet de betaalde versie hebben. Maar als jij de betaalde proefversie hebt, dan je ziet dat het niet kan uitgedrukt worden, omdat ik geen betaalde versie heb. Maar dan krijg je ook weer al die informatie die ik daar juist gegeven heb, die krijg je daar ook. En ook de toeristische informatie krijg je hier ook op als je de betaalde versie hebt. Maar je kunt dat omzeilen met in de info te gaan en daar dan te selecteren en dan op te slaan op een Word-document. Dan heb je het ook allemaal natuurlijk. Hè? Maar dat kun je hier dus ook zoeken. En zeker als je een betaalde versie hebt, is dat interessant. Dan zie je ook, als je de topografische kaart wilt hebben of de Route U Power posterprint wilt hebben, dan moet je betalen. Dat kost €9,99 per jaar. Dat kun je ook doen, maar dat doe ik normaal nooit. Of dat doe ik niet. Je kunt het ook downloaden. Je kunt het ook downloaden. Heb je een Garmin fietscomputer, dan kun je dat ook op je Garmin of een GPX. Maar je kunt het ook op je Route U app zetten. Dat kan dus ook van hieruit. Hele TomTom. Kun je hem op je TomTom zetten. Dat was nog ergens iets waar ik... De Osmand kun je ook zetten. Dat is ook een die voor ons nog bekend is. Maar vooral hier de Mio staat ook nog. Maar de Garmin of de Route U app, dat kun je erop zetten. Maar denk eraan, als je een Garmin hebt, die gaat veel langer mee in tijd. Die batterij is niet zo rap af. Maar als je het op je Route U app zet, op je smartphone, dan gaat je batterij na 2 uur de geest geven. Hè? Want dan is het gedaan. Dan is de batterij op. Ofwel moet je een powerbank hebben. Dat gaat wel. Je kunt dus daar een powerbank bij zetten. Dat gaat dus wel. Hè? Dus dan komt er wel op meer uit. Dan kun je hier nog delen. Ja, oké, hij doet het wat ik wil. Je kunt dat toevoegen aan favorieten. Als je die fietstocht nu hebt en je zegt, oh, die wil ik nog wel ooit doen. Je gaat die gewoon toevoegen aan favorieten. Favorieten, die kun je hier ook weer vinden. Nou, waar staat hem? Stond hem hier? Nee, hier stond hem niet, sorry. Ik ben hier en kijk. Hier staan mijn favorieten. Daar kun je die dan ook in favorieten zetten. En daar kun je die dan ook terugvinden. Je kunt het ook doorgeven als een aanrader. Je kunt de reacties geven. Je kunt ook de tijd die je daarover gedaan hebt, kunnen opzetten. Je kunt het delen op Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp. Via e-mail kun je ook nog allemaal delen als je dat wilt. Maar daar is iets waar ik mij heel weinig aan begeef. Dus dat. Ah ja, de aantekeningen, dat kun je dan ook nog, routeplanner, kunnen uploaden. Als je bijvoorbeeld op je Garmin iets hebt staan en je wilt die op Route U zetten, kun je natuurlijk ook weer al uploaden. Je kunt de route ook omkeren. Als je in de andere richting, want meestal mensen weten dat dikwijls niet. Als ik hier in Alken met een groep ga fietsen, dan doe ik soms dezelfde rit in de andere richting. En de mensen weten niet dat ze dezelfde route aan het doen zijn. Hè? Dus omdat het toch altijd heel ander uitzicht heeft. Je kunt de startplaats ook veranderen. Hè? Waar ik nu in Alken de startplaats heb, kunnen de startplaats ook in Diepenbeek veranderen. Dat kan dus ook nog. Je kunt de route ook gaan splitsen. Dat kan allemaal wat je wilt doen. Vertaling toevoegen. Je kunt ook nog afbeeldingen of video's inladen. Ja, ik zal eens laten zien. Dat is reclame. Dus je kunt hier nog, je ziet dat ik hier al een foto in. Maar je kunt hier, als je foto's gemaakt hebt, kun je bestand gaan kiezen. En je kunt die een afbeelding bijzetten. Hè? Maar je moet altijd bevestigen dat de auteursrechten, dat is altijd dat die vrij zijn. Dat moet je doen. Dat kun je niet anders dan moet je aanduiden. En je kunt er meerdere foto's toevoegen, maar je moet altijd bevestigen. Dat is ook nog iets wat je kunt. Maar soms doe ik dat, maar niet altijd, omdat ik de goesting niet heb om daar altijd foto's bij te zetten. Hoewel ik praktisch altijd foto's maak met mijn smartphone om dat te doen. Dat van routes die zoeken route. Je kunt routes in mijn buurt gaan zoeken. Nou, eens gaan kijken wat er dan op staat. Ja, en dan zie je hier een heel pak routes opstaan, fietsroutes opstaan die je ook weer al allemaal kunt downloaden en die je kunt gaan gebruiken. Je ziet ook onmiddellijk de kaart ernaast, die krijg je al onmiddellijk. Hè? Dus dat is eigenlijk vrij gemakkelijk om dat gaan te doen, om die routes daar gaan te downloaden.
Maar dat was eigenlijk niet de bedoeling wat we gingen doen. Ik wou je alleen zeggen, routes zoeken is gemakkelijk. En zeker als je op wandelblog.com gaat, omdat je dan overal routes in Limburg... En dat is ook interessant, die wandelclubs, die mogelijkheid, die routes zijn uitgestippeld, die mogelijkheid meedoen. En als je ze programmeert met Okra, dan zijn ze zelfs verzekerd voor Okra. Dus heeft Ingrid mij toch ooit gezegd gehad, dus vanaf het ogenblik dat je routes programmeert, dat je wandelroute programmeert, al is het een van de wandelclub, en je programmeert het met Okra, zijn ze ook verzekerd met Okra. De mensen die met een wandelclub aangesloten zijn, en die die wandelingen doen, die zijn ook altijd verzekerd als je die uitgestippelde wandelingen doet met de wandelclub. Dat is toch ook wel belangrijk dat we dat ook weer weten. Nu, je kunt ook een zoek een route. Je kunt hier ook knooppuntroutes zoeken. De wegwijzende routes, dat zijn die met die blokjes wat ik daar gezegd heb, met blauwe bolletjes en dergelijke, dat zijn deze. Hè? Je kunt ook zoeken in de natuur, klassiekers, je kunt cultuurroutes zoeken, stadswandelingen kun je ook zoeken. Je kunt hier eigenlijk een beetje van alles zoeken als je wandelingen zoekt. Hè? Nu gaan we eens over naar plan een route. Je kunt een route plannen, hè, maken. Hè? Dus je kunt ze ook uploaden. Dat heb ik straks juist gezegd, van je Garmin of zo. Maar je kunt ook een route plannen. Want daar, met dit gaan we het eerste beginnen. We gaan een route plannen. Goed, als ik dat gedaan heb, dan kan ik gaan, ja, de kaart moet nog laden, even wachten. Nu, je ziet, nu krijg je wel de kaart van België nog, het valt mee, want normaal krijg je de wereldkaart. Maar hoe ga je nu zoeken waar dat jij op dit ogenblik zit? Dat is niet zo gemakkelijk als je die kaart hebt, als je daar moet op zoeken. Je kunt hier gewoon, kunt je locatie gaan aanduiden. Je kunt uw locatie gaan aanduiden en ik ga daarop klikken. Ik ga die locatie aanduiden gaan. En dan zie je onmiddellijk waar ik op dit ogenblik zit. Ik zit bij mij thuis, hier op de Zevenboomkestraat, hier woon ik. Hè. En nu kan ik hier bijvoorbeeld een wandeling gaan plannen. Hè. Je kunt hier gaan aanduiden. Wil je een wandeling, wil je een fietstocht, wil je een mountainbike, wil je een koersfiets. Hè. Of met een motto, hè, kun je ook, dat kan dus ook allemaal hier. Hè. Je kunt gewoon de wandeling aanduiden gaan. Ik ga gewoon een wandeling doen, en ik ga beginnen. Ik ga hier starten. Dus wat ga ik hier doen? Je moet je startpunt hebben aanduiden. Ik ga mijn startpunt aanduiden en dat is dat. Nu, ik kan mijn kaart ook vergroten hier. En dat, omdat die kaart hier vrij klein is, ik kan die kaart hier ook vergroten gaan. En dat ga ik doen. Ik ga die kaart gewoon hier vergroten. En nu heb ik al een vrij grote kaart. Dus nu ga ik een wandeling uitstippelen. En hier ga ik u toch wel met die wandeling uitstippelen. Ga ik u een paar zaken zeggen waar je moet op letten. Dus ik ga, dat is de speeltuin hier in Alke. Dit hier is dus, nee, dat is de speeltuin, sorry. Dit is het park hier bij mij langs. Dus ik ga hier door dat park wandelen en zo ga ik proberen te gaan. Oké, maar wat moet je doen? Dat kun je tot daar kunt je aanduiden. Dat zal hem in één keer aannemen. Ja, dan gaat hem overweg. Dat is geen probleem. Maar als ik nu onmiddellijk naar hier ga, en ik neem niet dat kleiwesje, dat rood hier, dan gaat hij mij een andere weg geven. Ziet, dan gaat hem hier, en die moet ik niet hebben. Die moet ik echt niet hebben. Dus die wil ik weg hebben. En dan moet ik het terug verkleinen. Want wat zie ik hier nog? Hier kan ik de laatste route kan ik hier verwijderen. Dat ga ik nu doen. Maar ik wil hier ook nog iets over zeggen. Je ziet hier de GPS-coördinaten. Nu, die GPS-coördinaten, beste mensen, die staan ook alle blauwe plaatjes van het fietsroutenetwerk, staan die GPS-coördinaten ook. En ik heb die ooit nodig gehad, want het is toch wel belangrijk dat je dat weet, dat die daarop staan. Want moest je iets aan de hand krijgen, moet je ambulance bellen bijvoorbeeld, geef dan die coördinaten door die op het kortst bijgelegen plaatje zitten. En dan gaat de ambulance onmiddellijk weten, gaat de mug onmiddellijk weten waar hij naartoe moet. Dat is dus heel belangrijk. Die staan op alle plaatjes, op die blauwe plaatjes van het fietsroutenetwerk. Staan die allemaal op. Dus dat kun je daar heel goed doen. Ik ga mijn dingen terug vergroten. En ik wil dus dat rode, die rode streepjes hebben. En dan moet jij heel kort altijd daar gaan opstaan. Nu geeft het wel rechtdoor. En nu geeft het mij wel over de rode strepen.
Ik ga ook terug naar hier. Ik ga gewoon de wandeling uitstippelen. Dus dat is het. Nu zie je hier een rode streep staan. Deze hier. Normaal zou dat een wandelpad zijn. Maar ik raad het u niet aan. Dat is een wei en daar lopen altijd stieren in. Het is gewoon door een wei lopen. Dus dat staat hier wel als wandelpad op. Maar die is dus echt niet te doen. Een andere zaak is nog deze weg. Dat is normaal een officiële weg in Alken. Maar doordat ze hier die wijk aangelegd hebben vorig jaar, is dat in één keer een privéweg geworden. Dus daar mogen we ook niet meer door. En dat zijn zaken die je soms wel voorkrijgt. Als je een wandeling organiseert, doe ze alsjeblieft eerst wel eens. Ga wel eens eerst kijken of je overal door kunt. Ik ga mijn wandeling verder doen. Ik ga hier. Hier lopen we ook weer een klein straatje. En dat is ook een klein straatje. Dan ga ik doorlopen. Dat gaat. Ik ga gewoon naar hier. En ik ga dan naar hier. En dan ga ik het veld in. Dan ga ik de plantages in. Ik ga gewoon de plantages in. Ik ga een wandeling doen. En wat ook interessant is, mensen. Jij kunt op dit ogenblik al zien hoeveel kilometer heb ik gegaan. Hier beneden staat de lengte. Die ik op dit ogenblik uitgestippeld heb. 2 kilometer 65. Dat is dus wel interessant ook weer al dragen. Dat was niet de bedoeling. Die moet ik wegdoen. Hier heb ik iets fout gedaan. Ik wou iets anders te doen. Die moet ik wegdoen. Zo. Terug naar mijn volledige kaart. Ik ga naar hier. Ik ga naar hier. Ik ga dan naar daar. En nu heb ik weer mogelijkheden. Hier heb ik weer mogelijkheden. Hier heb ik ook weer een fietspad. Dat is een nieuw fietspad. Ik ga gewoon dat fietspad nemen voor de wandeling. Oké, ik ga daarin. Tot daar. En dan kan ik hier de speeltuin ingaan. Ik ga gewoon weg nog eens onder visvijver gaan. Ik ga gewoon nog eens onder visvijver. Ik ga gewoon daar naartoe. Oké. Nu moet ik eventjes kijken wat ik zal. Dan ga ik hier langs de brouwerij af. Ik ga nog naar hier gaan. Ik ga naar hier gaan. En ik ga terug naar mijn thuis. Voilà. Nu heb ik een wandeling gedaan, mensen. En die kunt u nu zien. En die is 5 kilometer 81. Dus dat is een wandeling die voor gepensioneerden eigenlijk heel goed te doen is. Want de meeste mensen, zeker de mensen van rond de 80 jaar, die vragen al om een wandeling 5, 6 kilometer maximum. Maar je kunt dat natuurlijk gaan uitbreiden langs alle kanten. Hè? Dus dat is dus mogelijk. Het enige wat ik u gezegd heb, oppassen. Deze weg kun je niet doen. Ik weet dat nu, omdat ik met corona al die wandelingen gedaan heb. Deze is privé geworden, mag ik ook niet meer door. Dus als je zo'n wandeling voorbereidt hier, ga dan eerst toch wel... hier is nog een foutje gebeurd, zie ik nu, want ik moest deze weg gegaan hebben. Hij heeft mij binnen weggegeven, maar dat is niet zo erg. Dus op dit ogenblik weet ik hoeveel kilometer dat je gegaan hebt en alles. En dat kan ik dan opslaan. Ik kan die hier opslaan. Hier staat mijn cassetteke. Ik kan die gewoon opslaan. Hè. En je hebt ook in ene keer de coördinaten en alles. En je ook allemaal. Je kunt nog een bestemming toevoegen. Kun de route ook volledig wissen. En je kunt de route hier opslaan. Dus op dat ogenblik heb je dat. Als ik die route opsla, ik ga dat doen. En hij geeft u dan een voorbeeld. Alken Centrum ga ik erop zetten. Centrum, dus ik weet het is een wandelroute. Ik kan daar gewoon nog een beetje commentaar bij geven. Dat kun je ook nog. En je kunt route opslaan. Voilà, ik heb mijn route opgeslagen en ik kan die altijd gaan terugvinden. En hier is ze. Hier zou ze moeten komen. Je ziet dat je een heel vlakke wandeling hebt. Je hebt een wandeling van 5 kilometer 81. Dus, maar je gaat hier geen bezienswaardigheden zien. Omdat ik gewoon dat die niet opgenomen worden hier. Ik ga toch eens kijken. Misschien dat hij toch nog iets meer geeft. Ik ga nog eens naar afdrukken gaan. Ik ga eens naar overzicht. En dan ga ik die downloaden. Downloaden. En dan heb ik de kaart. En je ziet hier toch, hij geeft het toch, ik had niet gedacht dat dat ging geven. En je ziet hier ook weer de mogelijkheden waar je iets kunt gaan drinken. Hè. Als je zelfs naar bezienswaardigheden gaat, je gaat ook zien dat altijd op ligt. Je gaat hier de bezienswaardigheden ook hebben. Natuurlijk, waar ik hier in het veld zit,
daar gaat hij niet veel bezienswaardigheden hebben. Maar het centrum van Alkema, de brouwerij, de kerk en alles, en toch een deel cafés, een deel fietscafés, krijg je hier wel mogelijkheid om heel veel te doen. Ik ga daar toch eens naar kijken, naar de gids, wat die mij geeft van downloaden. Of ik de gids hier zie, even kijken, overzicht, roadbook, gids. Hier gaan we kijken wat hij mij daar geeft. Even kijken, downloaden. Ja, hij gaat dus wel. Hij heeft de elementen wel opgenomen. Dan ga ik toch wel eens even kijken of hij die hier in de gids ook heeft. Of we dat kunnen kopiëren. Ga ik toch wel eens even naar kijken. Bezienswaardigheden. Ah nee, hij geeft het niet. Ja, dat is spijtig. Dus dat is omdat ik niet de betaalde versie heb, dat het niet ging. Ik dacht dat het wel ging geven, maar je geeft het niet. Nu dat bij Welle dat straks wel gebeurde, dat komt omdat de mensen van de wandelclub hebben wel een betaalde versie natuurlijk. Hè. Dus daardoor dat die dat wel kunnen. Hè. Dus dat kan ik dus niet krijgen. Ja, is spijtig dat we dat niet kunnen krijgen. Dus ook weer al, je kunt ze weer al downloaden gaan en alles, dat allemaal. Dus dat is eigenlijk vrij simpel om te doen, zo een route downloaden en zo een route maken, dat is eigenlijk heel gemakkelijk. Maar je moet natuurlijk wel altijd heel oppassen dat je eens gaat kijken, dat je de wandeling op voorhand eens doet, dat je niet op sommige plaatsen komt te staan waar je dan niet meer door kunt. Kijk hier nu bijvoorbeeld, ik ben hier door de speeltuin langs de visvijver afgegaan. Op dit ogenblik bij de corona is dat afgesloten. Dat weet ik ook. Hè, ik heb het wel gedaan gehad, maar bij corona is dat nu hier afgesloten. Je mag niet gaan vissen daar. Daarvoor is dat afgesloten. Dus dat weet ik dat je daar niet kunt geraken. Maar dat zijn zo zaken die je wel u natuurlijk moet eigen maken in die route. Ik heb ondertussen gezien dat het 10:22 is. Ik zou zeggen, Lara, dat we eventjes pauzeren tot half elf. En dat we dan doorgaan met opnieuw een route plannen. Knooppunten, die gaan we wandelknooppunten en fietsknooppunten, gaan we dan plannen met Route U. Als dat goed is, gaan we eventjes pauzeren. Als u daarmee akkoord bent, dan kunnen voor de mensen die eventueel naar het toilet willen of iets willen drinken, dan kan dat nu. Want ik zou ook iets willen drinken. Er zijn wel vragen in de chat gekomen, zie ik. Dus met je is gestuurd. Ja.
Ja, het is 10:30. We gaan terug starten, denk ik. Laura, zijn er misschien al vragen gekomen in de chat? Ja, ja, ik had een vraag in de chat van Mark. Die zegt, Okeresport Plus heeft een tijdje geleden een workshop gegeven over Osmand. Dat is ook een gratis fiets- en wandel-app. En hij vraagt, hoe positioneert zich dit ten opzichte van Route2U en Strava en zo? Osmand is gewoon een ander programma. Ja. Dat is met Okra Camping geweest, want ik heb die webinar ook gevolgd gehad, waar men Osmand gaf. Ik heb vroeger Osmand gehad en ik heb het weggedaan, omdat het voor mij dat er veel fouten in zaten. En daardoor heb ik het weggedaan gehad. Ik ben daarna, toen ik nog niet zo ver, toen ik nog niet bij Route2U en zo werkte, heb ik dan met HereWeGo gewerkt, omdat HereWeGo als GPS beter was dan Osmand. Maar dat is een keuze die gemaakt. Je kunt Osmand, er zijn heel veel verschillende programma's waarmee je kunt wandelen, fietsen en alles. We gaan er vandaag 2 of 3 halen, laten zien, maar er zijn er nog. Osmand is onder andere ook één ervan. Mm-hmm. En dan nog een vraag van Karel. Hij vraagt, de rode stippenlijn op de kaart, is dat een fietspad en wat is een zwarte stippenlijn? Rode zijn nooit fietspad. Dat zijn altijd wandelroutes. Maar met die rode, daar moet je echt mee oppassen. Want daar, wat ik daar juist gezegd heb, ene liep daar vlak door een wei uit. Hè, en daar lopen regelmatig stieren in, daar ga ik dus niet in. Daar blijf ik buiten. Hè, maar er zijn dus in de speeltuin en Alke zijn ook rode. Hè, dus rode stippenlijnen, die kunnen wel wandelen, maar kunnen niet fietsen. De blauwe en de zwarte wel. Mm-hmm. Oké, okay, en dan zegt Willy nog als tip, denk ik, dat Komoot ook zo'n app is. Is ook een. Komoot heb ik eigenlijk nog maar een zinnetje opgezet gehad, maar ik vond hem minder praktisch. Omdat je met Route2U meer kunt dan bij Komoot. Daarom heb ik Route2U gekozen. Mm-hmm. Het is een keuze die gemaakt. Als je met je programma ergens wegwijs helpt, dan gaat dat natuurlijk. Hè? Dan kun je dat, hè? Als je daar echt in verdiept, maar als je daar niet in verdiept, ja, dan had het niet. Dus dat is iets, dat moet je zelf weten. Hè. Mm-hmm. Ja, dat waren de vragen, Rick. Ja. Oké. Okay. Dan ga ik terug naar mijn startpunt, dus een route plannen. Dus ik heb nu gewoon een route gepland aan de hand, manueel gepland volledig, hè, zoals je ziet. Je kunt die dan ook weer al afdrukken en alles wat ik je juist gezegd heb. Maar je kunt ook een wandelroute met wandelknooppunten maken. Nu ga dat even opklikken. En dan ga je een wereldkaart zien. Dan ga je een wereldkaart te zien krijgen waar overal wandelknooppunten zijn. Nou nee, het is een kaart van België. Normaal heb ik gisteren gewijzigd gehad. Maar wat zie je dan? Dat in Limburg, hier zijn een beetje wandelknopen, maar voor de rest is Limburg echt een bleke vlek eigenlijk, waar geen wandelknooppunten zijn. Als je dat in Nederland ziet, de een wandelknooppunt tegen de ander, hier in Limburg vind je alleen in de omgeving van Herk de stad Halen, daar vind je dus wandelknooppunten. Ik heb over tijd een wandel gedaan in Scherpenheuvel met wandelknooppunten. Dat ging wel. In Scherpenheuvel heb je wel wandelknooppunten. Maar dan de rest in Vlaanderen ook niet zoveel. Je ziet helemaal verspreid. Als je dat ziet ten opzichte van Nederland, is daar een heel verschil. Hè? Dus je hebt hier alleen wandelknooppunten in onze omgeving. Ik ga er eens eventjes naartoe gaan. Ook weer al, om korter bij te komen, ga er naar de locatie, naar je locatie bevestigen. Ik ga daar naartoe en dan krijg ik natuurlijk onmiddellijk dat ik hier in Alken zit. En dan ga ik mijn kaart een beetje verkleinen. Dat doe ik met op het rolletje.
te scrollen, het rolletje te gebruiken. En dan zie je dat ik in de omgeving van Herk de Stad, Halen, Zeelum, Loksbergen, tot Scherpenhout, daar vinden dus wel wandelknooppunten. Dat kun je natuurlijk ook, dat is juist hetzelfde fietsknooppunt. Als je dat wilt doen, oké, dan gaan we gewoon iets hoger. Gaan we niet zeggen, we gaan hier vertrekken aan de 4.33. We gaan vertrekken, we gaan 4.44, we gaan gewoon rond. Je duidt de wandelknooppunten gewoon aan. Hè, en men leidt u gewoon rond. En men leidt u gewoon rond. En je ziet nu dat ik... Je moet al oppassen wat je doet hier. Je ziet al dat je een wandeling van 25 kilometer gedaan hebt. Hè. Dat is niet de bedoeling, maar ik zie dat er nu, als ik het vergroot, dat er heel pak wandelknooppunten bij zijn. We gaan dus even terug beginnen. We gaan dus de kleinere knooppunten nemen. En wat je hier ook ziet, ik ga mijn kaart vergroten. Dat is iets gemakkelijker. Mijn kaart vergroten. Hier zie je ook wanneer je over straten gaat, en wanneer je over niet verhard wegdek gaat. En dat is dus wel plezant. Hier weet je dus wanneer ga ik op niet verhard wegdek en wanneer ga ik op verhard wegdek. En dat is dus wel interessant natuurlijk. Hè? Dus als ik nu hier gewoon terugklik, ik ga terug. En dan heb ik natuurlijk wel een wandeling, maar dan zit ik nog een 8 kilometer, denk ik. Nee, 5 kilometer. Dus dan heb ik ze iedere keer anders erin gedaan, heb ik mijn wandeling iedere keer anders erin gericht. En dan zie je dat jij op wandelknooppunten ook dat gemakkelijk kunt doen. En dan ook weer een lengte van 5,86 kilometer. En dus ik ga mijn kaart opnieuw verkleinen. Je kunt die ook weer al gaan opslaan en alles dus route opslaan. Dus wat je nu niet... Ik ga even kijken of jij meer informatie krijgt. Nee, je krijgt nog helemaal geen informatie omdat het niet opgeslagen is. En dus dat kan dus niet. Je kunt het dus geen informatie krijgen. Ik ga even kijken of hij de knooppunten al doorgeeft. Nee, die geeft hij ook nog niet door. Even kijken, overzicht geven. Ah, ik moet eerst opslaan voordat ik ze... Ga ze niet opslaan, want dan staat mijn computer helemaal vol zelfs. Maar dat zijn mijn wandelknopen. Nu, dat hebben we enkel in de omgeving, Herk de Stad Halen, Loksbergen, Zeelum. Daar kun je die wandelingen doen. Rummen zit je hier. Dus in die omgeving kun je het doen. Ergens anders hebben we geen wandelknooppunten. Dat is dus voor Limburg een spijtige zaak. Wat we wel hebben in Limburg, dat zijn dus blokjes natuurlijk, maar in verschillende kleuren. Dus de blauwe driehoekjes, de rode bolletjes, de gele bolletjes. Dus die kunnen wel gaan wandelen en die staan ook wel op. Dus wandelknooppunten ga ik minder aandacht aan geven, omdat we dat hier praktisch niet hebben. Wat ga ik nu wel doen? Fietsknooppunten. Die kent iedereen, hè? Dus met de fietsknooppunten. We gaan dus nu een... ik ga dat verlaten. Ik ga gewoon met fietsknooppunten nu een fietstocht uitstippelen. Oh, iets wat ik nog niet gezegd heb, dat is juist. Dat zie ik nu in één keer. Ik ga hier van punt A naar punt B. Dat is aangeduid. Je kunt ook een lus. Vanaf het ogenblik dat je zelf een lus invoert, dan gaat hij u dadelijk een voorstel doen. Dat doet hij u onmiddellijk. Hij gaat u dadelijk een voorstel doen voor de lus. Maar normaal gebruiken we dat niet, want dat zijn meestal lussen die vrij groot zijn en die eigenlijk niet zo interessant zijn, omdat ik liefst werk met knooppunten. Ook wel, je ziet hier Nederland, heel veel knooppunten. Ook ziet je die terugkomen in Noord-Rijn-Westfalen, in Duitsland. Niet zoveel als bij ons, maar daar zien ze ook heel veel terugkomen. Daar is het ook een vrij uitgebreid fietsroutenetwerk in Noord-Rijn-Westfalen. Maar het is nergens zo goed als in Limburg. En over tijd nog in de omgeving van Lier gaan fietsen. En je moet daar echt verdomd oppassen, omdat de plaatjes zijn daar wit en groen, waar ze hier in Limburg blauw zijn. Als het een wit en groene, je zijt er soms langs door zonder dat je het weet, omdat je het niet gezien hebt. En een tweede zaak, in Limburg met de blauwe plaatjes, gaat men altijd een bevestiging geven. Je moet ergens links of rechts inrijden. Je krijgt ook onmiddellijk een bevestiging. En dat krijg je in de rest van Vlaanderen niet. Dus daar moeten we wel altijd mee oppassen. Als je ergens anders gaat fietsen, dat je daar wel rekening mee houdt. Want ik ben overtuigd, zijn we met een groep hier in Alken
nog gaan fietsen in de omgeving van Turnhout. Ja, dan moet je al heel goed oppassen dat je de plaatjes goed doorhoudt, want het zijn wit-groene. Hè, met die witte achtergrond dat je bijna niet ziet. Hè, maar je krijgt ook nooit geen bevestiging als je links of rechts rijdt. Dat is dus wel gevaarlijk. Ook weer al, als jij wilt weten waar dat je zit hier op de kaart, je gaat gewoon je locatie aanduiden. En de kaart gaat je gewoon zoeken waar dat je zit. En je ziet dat je dan ook heel kort, dat ik hier heel kort met het routenetwerk zit. Dat ook heel plezant is dat je dat weet. Wat RouteU wel de voordeel heeft, je moet niet starten aan een knooppunt. Ik kan hier bijvoorbeeld starten, op deze plaats kort bij mij thuis, kan ik al starten met mijn fiets toch in te brengen. Je kunt starten hetzelfde waar op elk tussenpunt van tussen twee knooppunten. Dat is dus wel interessant. Maar RouteU, dat kun je niet met fietsnet.be. Ik ga ook weer al mijn kaart vergroten, dan zie je meer. Hè? Dus dan kun je meer zien. Ik ga ze een klein beetje verkleinen nu. Hè? En dan kun je eigenlijk heel eenvoudig een fietsroute uitstippelen. Ik ga gewoon hier vertrekken. Hup, en daar staat de start. Ik ga naar de 146, een 173. Ja, ik ken die natuurlijk allemaal van buiten hier, want die hebben we al honderden keren gefietst. Ik klik maar rond en je ziet al altijd beneden hoeveel kilometer dat je hebt. En dat is dus interessant ook altijd. Hè? Je moet altijd kijken hoeveel kilometer dat je niet, als je bijvoorbeeld zegt ik wil maar een fietstof van 25 kilometer, kun je daar altijd rekening mee houden. Ik ga gewoon door en ik zit nu aan 23. En ik ga gewoon nu terug naar mij thuis. Voilà. En nu heb ik een route van 28 kilometer en een half gemaakt. En dat geeft hij wel. Hij geeft het nu door vanaf bij mij thuis. En dat doet fietsroutenetwerk niet. Nu heb je hier wel het juiste aantal kilometer dat je gaat rijden. Nu, als je met een ander programma van fietsroutenetwerk dat gaat doen. Je gaat altijd ergens een klein beetje verschil hebben in het aantal kilometers. Ik begrijp niet goed hoe dat komt, maar er is altijd, kan tot een kilometer verschil zijn als je een andere route, een routenetwerk kiest. Hè, dus dat een ander programma kiest voor route uit te stippelen. Dus dat kan dus wel. Dus oké, ik heb een route uitgestippeld. Ik ga mijn kaart verkleinen. Kijk, ik ga die opslaan. Ik ga die opslaan en ik ga Alken en omgeving. Alken en omgeving en ik ga die route opslaan. Ik heb die route niet opgeslagen. En wat je al onmiddellijk ziet aan de route, hier staan de knooppunten al allemaal. Hier staan de knooppunten allemaal op, die ik moet... hij is naar de 144, ja, nu niet ertussenin, maar is richting 144, ja. He, dus je ziet, hier staan al onmiddellijk alle knooppunten. Hij zegt, je vertrekt in de Doctorstraat, kom ook in de Doctorstraat terug aan. He, dus dat kun je al allemaal zien. En dat is dus wel interessant, dat je dat ook weer al weet. Routeinformatie. Je kunt ook weer al zien, gaat je hellingen hebben. 126 meter, hè, maximum stijging, hè, 28 kilometer en half. Zijn er bezienswaardigheden? Nou, eens even kijken, die heeft hij nog niet. Hè, dus, maar die komt hij zelfs wel te weten, dus die kunnen we zelfs wel zien. Reactieschade hier niet hebben. Je gaat dat ook kunnen downloaden. Hè, we gaan die ook weer al eens kijken, we gaan dat downloaden, die route. Je kunt ook weer een afdruk doen. Ja, dat weer doen. En overzicht afdrukken. En dat downloaden. En dan zie je hier ook weer al onmiddellijk de kaart helemaal. Hè. Je ziet de kaart helemaal met de knooppunten. Waar er iets te drinken is, dat kun je zien. Hè. Een weier is er iets. Sorry. En dus je kunt overal de route. Je kunt die ook een omgekeerde richting doen. Dus alles staat er hierop en dat is altijd interessant dat je dat weet. Dus dat is één zaak dat je kunt afdrukken. Maar je kunt nog andere zaken afdrukken. En dat is dus wel interessant. Dat wordt wel interessant. Dat is de overzicht, heb ik juist gezegd. Je hebt hier het roadbook, heb ik ook juist gezegd. Heb ik, heb,
straks al gezegd, ik zal het nog eens laten zien. Dus dan hebben we verschillende kaarten die meer gedetailleerd zijn en waar je de weg eigenlijk beter kunt opvolgen. En dan kun je ook weer al je kaart ook weer al inscannen gaan. Hè? Dus op je smartphone, dat kun je dus ook weer al. Dat is dus altijd heel gemakkelijk dat je dat kunt doen. En je ziet ook weer al de verschillende kaarten in detail, hoe je kunt rijden. Dus dat kun je dan ook nog uitdrukken als je dat wilt. Ook weer al de hele informatie, hè? Hoe dat je moet rijden, dat staat er ook weer allemaal op. Maar, we zijn er nog niet. We gaan gewoon de gids nu eens bekijken. Ja, hij geeft het weer niet. Ja, Tons, kijk of er met de info nu de gids geeft. Ik wil dat toch wel aan zien. Normaal gezien zou hij die op moeten geven hier. De informatie. Nee, geeft de gids niet. Dat vind ik spijtig. In bezienswaardigheden. Ja, nee. Ik geef hem niet. Nee, geef hem niet. Dat is gewoon omdat we niet de gedrukte, niet de betalende versie hebben. Oh, pas op, hij doet toch nog ergens iets. Ik wil toch eens even kijken. Ja, nee. Hij geeft dus niet de informatie die ik eigenlijk gewild had, maar die kun je dus toch wel eens ooit vinden hoor. Eén keer als die volledig opgeslagen is, krijg je die informatie wel in de gids en kun je die op een andere manier gaan bekijken. Maar wel, wat wel interessant is, in het downloaden en het uitdrukken, dat is hier de knooppuntenstrip. Ja, daarop drukken, dus omdat kun jij die strip uitdrukken gaan, en dat is wel interessant. En dan zeg je die downloaden. En dan krijg je al je knooppunten, die je moet aandoen, die krijg je hier op die strip. En die kun je gewoon uitknippen. En die hangen op je stuur of op je buis op je fiets. Hè? En daar kun je de knooppunt eigenlijk gaan mee volgen. En dat is wel interessant dat je dat kunt uitknippen op die manier. Dat is dus wel interessant om te doen. Hè? Dus dat wat... we gaan ons even kijken. Hier in het downloaden wat daar nog op staat. Ah ja, dan kun je weer al wat ik daar straks gezegd heb. Straks zei er iemand iets van Osmand, staat hier ook in. Hè. Je kunt van Route U ook naar Osmand converteren, dus dat kan dus ook. Je kunt dus ook op uw oude route app of op de nieuwe route app zetten, op uw smartphone, dat kan dus ook, of op uw Garmin, dat kan dus ook als je dat hebt. Hè. Dat zijn dus ook allemaal mogelijkheden om te doen als je die fietsroute wilt downloaden. Even kijken naar delen. Ja, je kunt het dus kunt het toevoegen aan je favorieten. Als je zegt, die fietsroute wil ik wel nog eens doen. Of je kunt het nog aan iemand aanraden. Je kunt het ook nog. Je kunt het delen op Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp of bij e-mail. Kan dus ook allemaal. Dus je kunt eigenlijk overal delen gaan waar dat je wilt. Dus dat is een fiets. Oh, dat was niet de bedoeling. Dat was dus een fietsroute plannen. Met fietsknooppunten. En dan hebben we zo bijna alles van Route U gehad. Ja. Ja, even een kort vraagje in de chat. Iemand die zegt dat er blijkbaar in Hamond-Achel wel een paar wandelknooppunten zouden zijn. Ah, dan ga ik even kijken. Dan gaan we erop weten. Het zou kunnen hoor, want ik ken ze niet allemaal. Kaart even laden. Kijk waar ik hier zit. Hier zijn er een paar, zie ik. Kop. Dat klopt, hier zijn er een paar. Ja, hier zijn er een paar. Nee, dat wist ik niet. Omdat het zo klein is, heb ik dat niet gezien gehad. Maar daar zijn er ook een paar, zie je. Maar er zijn er heel weinig hier ook. Maar er zijn er heel weinig natuurlijk. Hè. Als we dan terug Nederland ingaan, dan zie je wel, daar zijn er wel een heel pak. Hè. Daar hebben we het er wel. Hè. Ja, er zijn er dus. Ja, hier ook boven.
Er zijn er ook een paar. Maar er zijn er heel, heel weinig die we er hier hebben. Maar er zijn geen knooppunten aangeduid, zoals hier, zie ik. Er zijn er wel de wandelwegen aangeduid, maar geen knooppunten. Dat is raar. Ja. Maar, wat doe ik? Ik maak dus ook, ik stuur regelmatig, omdat we op dit ogenblik maar vier man mogen fietsen, nog altijd. Misschien dat we deze middag het nieuws horen dat we meer mogen binnenkort. Dat weten we niet, het is overlegcomité. Maar ik stuur ook regelmatig aan de mensen, aan onze leden, stuur ik een fietsroute die ik uitstippel en die stuur ik dan op. En ik zie dat er heel veel mensen met vieren die fietsroute gaan doen. Ik ga jullie laten zien wat ik doe. Dat is dus mijn blog. Dus dat stuur ik dan door naar de mensen. Ik maak maar dat is een ander programma. Ik stuur dit door. Dat plannetje stuur ik door naar de mensen. En ik ga je dadelijk zeggen hoe je dat doet. Ik stuur dat door naar de mensen en zij kunnen dat gaan fietsen. En ik vraag dan ook, als er mensen zijn die dat willen, moeten dat niet. En ik geef dan gewoonlijk ook nog door. Daar is TKW Koffie in Herk de Stad, of een rit naar Herk de Stad. En de mensen weten dan ook, dat is iemand die dit gedaan heeft. En die stuurt dan nog een, die, ja, er zijn er nog meer, maar die ga ik niet laten zien. Er staan nog een heel pak foto's op. Dus dat stuur ik dan door naar de mensen en dan gaan ze dat wel fietsen. Nu, het moet wel, wat ik straks al gezegd heb, het moet een organisatie zijn voor OCRA voor de verzekering te hebben. Dus het moet geprogrammeerd zijn met het trefpunt en dan telt de verzekering van OCRA ook de sportverzekering van OCRA. Dus moest je iets aan de hand krijgen. Is dat interessant? En ik ga je nu laten zien hoe ik zoiets opmaak. Dan ga ik naar een ander programma. Maar ik vind het heel eigenaardig dat die niet opstart. Ja. Even terug eruit gaan. Ik ga hem terug opzetten. Ja, daar start hem. Daar start hem. Daar staat hem er niet op. Dus ik weet waar ik woon. Ik woon, en nu moet ik zelf Alken gaan zoeken. Sint-Truiden, Zeppera, hier moet Alken ergens zijn. Nieuwerkerken, Melderen, Gozen. Ik ben 144, hier 146, hier zit ik. Dus als ik dat wil doen, dan ga ik gewoon, maar hier kun je niet met dit programma, met fietsnet.be, hè, dat is het programma hier waar ik nu in zit, wat ik heel veel gebruik, moet ik zeggen, omdat het eigenlijk veel interessanter is om te doen dan RouteU. Want voor fietsen gebruik ik dit altijd, voor wandelen gebruik ik RouteU. Maar ik ga hier opnieuw een fietsroute uitstippelen. Ik weet, ik woon hier, daar woon ik, ik zit hier heel kort bij 146. Ik ga dan 146 doen, dat is de fietsroute die ik juist ook weer gedaan heb, met een andere ook. Oké. Voilà, ik zit terug op de 146. Ik heb weer een route van 25 kilometer. Hier kun je het niet beneden zien, maar je kunt wel hier zien de route die ik uitgestippeld heb. Zijn de knooppunten ook weer al die ik gedaan heb? Ik kan dat gewoon hier een klein beetje verkleinen. Dat is misschien iets te veel. Ik zet dat hier. En wat doe ik nu? Nu heb ik dat hier op dit ogenblik volledig. En nu ga ik knippen. Ga ik even verkleinen. Dat was niet voorzien. Ik ga het even verkleinen, want dan krijg ik mijn knipprogramma. Knipprogramma, dat kent iedereen. Dat is gewoon bij accessoires staat dat in de apps van Windows. Ja, ik ga gewoon hier knippen. Nieuw. En ik ga dat hier gewoon uitknippen. Voilà. Voilà, ik heb dat uitgeknipt. En dit is een foto die ik daar nu van gemaakt heb. En dat kan ik gewoon bewerken, kopiëren op de mail. Hè? Of ik kan het gewoon opslaan. Ik kan het ook opslaan als foto. Kan ik ook, want het is een JPEG foto die ik dan heb. Dat kan ik dus ook. Ik ga dat gewoon nu kopiëren. En ik ga naar mijn mail. Oh, die heb ik niet openstaan. Sorry. Die heb ik nog niet openstaan. Ik ga met een mail, Gmail, even open doen.
En ik ga gewoon. Nou, een nieuwe mail en een nieuwe dingen maken. Ah, dat kan ik niet. Als ik... Ja, jawel. Bezig met laden, zegt hij. Ah ja. Dus nu, ik heb die foto gemaakt, ik heb die gekopieerd. Nu ga ik die gewoon hier plekken. Gewoon. Ik ga die gewoon plekken. En de mensen kunnen die foto dadelijk zien. Voilà, daar staat hem. Ik kan hem gewoon nog een beetje vergroten. En de mensen kunnen dat gewoon bij hun thuis afdrukken. Hè? Of ze kunnen daarmee gaan wandelen. Of gaan fietsen, bedoel ik. Ze hebben gewoon de plan, ze hebben het plannetje en ze hebben de nummers. En op die manier kunnen wij dus op dit ogenblik ook nog volle bak onze sport promoten via OKRA. Dus de mensen mogen op dit ogenblik maar bij vieren gaan. Oké, gaan ze bij vieren, maar dat kan dus. En daar, ik zie hier in Alken dat heel veel mensen daar gewoon gebruik van maken. En op die manier gaan fietsen. Dus dat doen ze dus, dat doen ze dus wel. Hè? Dus op dit ogenblik gebeurt dat helemaal. Oh ja, ik kon dat ook nog opslaan. Dat heb ik nog vergeten te zeggen. Ik kan dat ook opslaan. Dat ga ik misschien nog doen. Ik ga dat eens opslaan. Even kijken. Nou ja, ik ga het hier maar... Niks fout toe. Ik ga hier een knipsel opslaan. Oké, ik heb het opgeslagen gehad. Wat kan ik nu ook nog doen? Dat is gewoon een nieuwe stand openen. Tekening. Rick, misschien ligt het aan mij, maar of ik zie ja, niet wat je aan het doen bent. Dit zie je niet. Ik zie het nu in één keer dat je het niet ziet. Sorry, dat is mijn schuld. Dat is mijn schuld, want ik heb iets fout gedaan gehad. Ja, klopt. Dat kun je niet zien. Ik ga iets anders te doen. Oké, niet erg. Ik moest op een andere manier werken. Sorry daarvoor. Moest hier langs gaan. Hier langs gaan. Ja, dat is natuurlijk iets wat we soms wel aan de hand hebben. Ik zit terug. Nu ziet het wel, hoop ik. Hè? Dus je kunt hier invoegen die foto. En ik ga, dat was, nu weet ik nog niet meer waar ik het opgeslagen heb. Ja, dat is natuurlijk stom. Hè? Daar heb ik niet naar gekeken, maar ik denk wel dat ik het weet, omdat ik het altijd op dezelfde manier doe. OKRA 2021 en fiches, daar moet dat bij staan. Maar misschien kun je de foto ook eens opnieuw maken, want daar heb ik ook niet gezien hoe je dat deed. Ah, dat ga ik doen. Dat ga ik doen, maar ik ga dit eerst verder doen. Ja. Dan ga ik zelfs de foto opnieuw doen. Ik heb de foto nu hier ingezet. Hè? Ik ga mijn opmaak even veranderen en ik ga pagina liggend zetten. Maar ik ga het iets langzamer nu, moet ik zeggen, omdat ik online zit. Dus ik kan nu dat gewoon vergroten. En ik kan, wat ik nu ook kan doen, dat is natuurlijk hier het logo van OKRA bijzetten gaan. Dat ga ik nu doen en dan is het, kun je dat altijd... Voilà, dat mag ik niet doen. Wacht, een beetje fout. Ik heb dus nog geselecteerd, dat mag niet. Ik ga invoegen, ik ga een afbeelding OKRA. Nu moet ik OKRA afbeeldingen. OKRA logo's, die staan er ergens bij. Ja, OKRA Alken. Oké, ik ga die erbij zetten. En nu kan ik hier een logo inzetten. Dat kan ik verkleinen. En op dat ogenblik... Ja, oké, dat is niet juist natuurlijk. Zo, dan heb je daar een logo in staan. En op dat ogenblik kun je ook zeggen, het is een organisatie van OKRA. Hè? Dus vanaf het ogenblik dat het bestuur het weet, kun je dat gewoon als organisatie van OKRA zetten. Je kunt die dingen daar ook in het midden in zetten, kan dus ook. Hè? En kunnen dat versturen naar de leden en zij kunnen gaan fietsen en ze kunnen wel blijven aan sport doen. Hè? Dat is dus wel interessant om te doen. Nu kunt u dat opnieuw uitknippen gaan. Ja, even verkleinen. Kunt u dat opnieuw uitknippen gaan. Ik ga opnieuw naar mijn knipprogramma. En nieuw. Oh, dat was, ja, nieuw. Oké, ja. En ik krijg een nieuw programma en ik kan deze foto uitknippen gaan. En dat kan ik ook weer al in mijn mail zetten. Dus ik heb opnieuw een foto gemaakt. En dat kan weer in mijn mail zetten. Maar ik geloof
Laura, dat je dat weer niet gezien hebt. Nee. Ik dacht het. Oké. Ik ga even, ik moet eruit gaan, ik moet iets anders doen. Ik weet hoe dat komt hoor. Ik dacht dat ik het knipprogramma altijd zo kon laten zien, dat gaat niet. Ik ga het knipprogramma nu gebruiken. En ik heb het knipprogramma. Ik heb het gesloten. Dat is niks. Ik ga het terug moeten opendoen. Ik ga mijn knipprogramma terug moeten openen. Ik heb het per ongeluk gesloten gehad. Oké, het staat terug op. Dus als ik het knipprogramma gebruik, ik heb dat hier staan, ik krijg het nu nieuw. Ik ga dus, zie je dit nu? Nee, ook niet. Nee, uw scherm nog delen. Nee, ik moet mijn scherm nog delen, juist. Hier heb ik mijn knipprogramma, dus ik zet nieuw. Ja. Zit nieuw. En nu kan ik opnieuw knippen gaan, maar nu ziet u weer al niet waar ik ga knippen. Nu ziet u weer niet waar ik ga knippen natuurlijk. Hè. Op dit ogenblik kan ik, of als ik dat doe, kan ik dit hier gewoon uitknippen, maar dat ziet u nu niet. Ik zie het nu in één keer dat ik het niet zie. Mm-hmm. Omdat ik kan geen twee programma's gelijk openen, dat is het probleem. Ja. Ik kan geen twee programma's in Teams openen gelijktijdig, kan ik dus niet. Hè? Dat is dus het probleem wat ik nu heb. Maar je zou in plaats van te knippen, zou je dat eigenlijk ook met een printscreen kunnen doen, hè? Ja, maar dan zit het heel scherm. Dan heb je het heel scherm. En wat ik met knipprogramma doe, is eigenlijk veel eenvoudiger. Daar kan ik het stuk eruit knippen. Dat kun je ook met Smashit Editor, daar kun je dat ook mee. Maar ik gebruik altijd het knipprogramma van Windows. Dat kun je vinden in de apps onder accessoires. Ah ja, oké. Okay. Dus als je naar de start gaat, naar de apps gaat, dan kun je dat onder accessoires vinden gaan. Hè? Daar kun je dat gaan vinden. Dus dat is wel vrij gemakkelijk, vind ik, dat je dat op die manier kunt gaan doen. Goed. Nu, dat is van fietsnet.be. Ik ga eventjes terug daar naartoe gaan. Naar fietsnet.be, omdat ik daar nog iets wil laten zien. Waar staat er nu? Waar heb ik nu staan? Ah, hier. Hier, ik zit terug op fietsnet. Nu, wat kun je hier ook doen? Dat is print de wegbeschrijving. En dat is dus wel, je kunt ook weer al de laatste traject verwijderen, of de hele route verwijderen, of je kunt dus ook dat uitprinten gaan. En dat is dus ook weer interessant om te doen. En nu ben ik, ik ga gewoon hier, ja, je zit erin, ga print wegbeschrijving. Ik ga daarop klikken. En dan hebben we verschillende mogelijkheden. Hier zie je ook weer al mijn strip, hè, voor mijn knooppunten die ik moet doen. Je kunt dat op verschillende punten doen. Je kunt dat op die manier doen, of je kunt het voor op de buiste plekken, of je kunt het op je stuur plekken. En ik plek het gewoon meestal op mijn stuur, omdat ik heb een elektrische fiets en damesfiets, heb ik die buis natuurlijk niet voor op te plekken, dus ik plek het gewoon hier op mijn stuur. Hè? Je kunt hier de kaart ook uitdrukken, maar dat doe ik nooit, dat heb ik nooit niet nodig. Wat ik wel doe, dat is hier, en je zult zien hier met de strips, ik krijg hier in één keer de kilometers tussen elk knooppunt in. En dat is dus wel interessant ook, dat je weet, oh, ik moet nu nog zoveel kilometer rijden voordat ik aan dat knooppunt ben, of ik zit ongeveer half, dan kun je dat zeggen. Dat is dus wel interessant om te doen. En op die manier kun je dat uitprinten gaan. Hè? Je kunt dat gewoon printen uit, en dan gaat die dat uitprinten, maar dan gaat daar een heel spul bij komen. Dat moet ik allemaal niet hebben, ik moet alleen die strip hebben hier. Wat ga ik doen? Ik ga dat gewoon selecteren, rechtermuisknop afdrukken. En dan druk hem alleen af wat jij hier geselecteerd hebt. En dat kun je dan onder stuur plekken. Hè? En dat is dus altijd interessant om te doen. Omdat veel mensen weten niet dat ze dat op die manier kunnen uitprinten. Dus dan heb je dat voor op je stuur te plekken. Is dat ook heel gemakkelijk. Hè? Nu, ik heb hier straks gezegd gehad dat het soms wel eens problemen geeft. Om dat je smartphone uitvalt, of dat je geen verbinding meer hebt, of dat je met je oortjes, hè, dat je afgeleid wordt.
Dat is dus ook wel iets wat, waar je moet mee oppassen. Maar ik moet eerst nog iets zeggen over dit hier. Je hebt ook mensen die dit hier hebben op een stuur hangen. Dat is heel mooi om te doen. Maar als je veel knooppunten hebt, gelijk hier nu bijvoorbeeld, als je veel knooppunten hebt, dan moet je dat plaatje onderweg gaan omdraaien. Hè? Want dan heb je 2 of 3 plaatjes nodig om dat uit te drukken. Dat vind ik dus niet interessant. Het is daarom dat ik het systeem altijd gebruik. Dit hier of dit hier. Hè? Maar ik gebruik dit hier altijd. Ik maak gewoon met plekband, zet ik het rond mijn stuur. En dan moet ik maar schuiven en ik kan de nummertjes op die manier volgen. Hè? Dat is dus wel interessant voor te doen. Nu, ik heb straks ook gezegd dat ik Strava gebruik, heel veel. Nou, heel veel zelfs. Ik gebruik het praktisch altijd, Strava. Elke wandeling, elke fietstocht die ik doe, die zult je van mij op Strava terugvinden. Het is daarom ook als je op Route U gaat en je, ik ga gewoon naar... Ik ga gewoon naar mijn routes gaan. Mijn routes. Dan zul je zien dat ik hier enorm veel routes heb opstaan. Heb ik juist ook al gezegd. 301 zijn er ondertussen. Er zijn er nog 2 bijgemaakt heb ondertussen. Maar de meeste van die routes die heb ik gewoon altijd vanuit Strava gedaan. Dan heb ik praktisch nooit mijn route U gedaan. En hoe komt dat? Ik heb die gewoon, nu moet ik even nadenken hoe ik het doen. Mijn profiel. Ik ga gewoon hier naar mijn profiel. En ik heb dus verbinding met mijn Strava-account. Ik heb ook een verbinding met mijn Google-account en ik heb ook een verbinding met mijn Facebook-account gemaakt. Maar vanaf het ogenblik dat ik onder Strava iets doe en ik neem het op in Strava, ga ik dat zelfs ook laten zien. Dus dan kan ik, wordt dat ook automatisch opgenomen in Route U. Automatisch als ik een Strava een rit maak, komt die ook in Route U te staan. Zodoende dat de mensen die op mijn Route U gaan kijken, die kunnen enorm veel fietsroutes, wandelroutes en zo vinden die ik gedaan heb en kunnen zelf ook gaan proberen om die gaan te doen. Dus dat is dus mogelijk. Die zijn volledig vrij, want ik laat die altijd openstaan. Ik geef ze publiek vrij. Dus iedereen kan daar gaan kijken voor mijn fietstochten die ik allemaal gedaan heb via Strava. Die kunnen allemaal hier op Route U vinden. Heb je Route U op zeker ogenblik niet meer nodig? Je kunt ook altijd je account verwijderen. Ik zie dat hier van onder nu juist staan. Je kunt je account ook altijd verwijderen. Dus als je zegt, ik wil er niks meer mee te maken hebben met Route U, oké, dan verwijder je je account en dan is het ook opgelost. Dus ik ga nu even naar mijn Strava gaan. Even terug naar de dingen. En daarvoor moet ik mijn Strava gaan opzetten, want dan gaat alles er niet lukken. Ik ga je dadelijk mijn Strava laten zien. Even opzetten gaan. Waar staat hem nu? Ja, hier klik. Normaal moet je nu mijn, als ik hem heb opstaan tenminste, wacht dat ik hem al op, ah ja. Die zien je niet geloof ik, hè? Dat klopt niet. Nee, wij zien nu de teamviewer. Ja, ik zie het, maar ik wou een teamviewer gaan opzetten. En dat had ik dus beter dadelijk gedaan gehad, dan ik straks beter gedaan gehad, heb ik vergeten. Ik ga hem toch proberen voor hem op te krijgen. Normaal gezien moet dat lukken. Moet ik hem hier opkrijgen? Nee, je ziet hem niet. Toma! Ik ga hem even terug afzetten, want dit gaat niet lukken zo op die manier. Ik wou je mijn Strava laten zien, dat gaat nogthans heel goed. Ik ga hem eerst opzetten gaan en dan denk ik dat het gaat lukken. Ik ga hem eerst opzetten, nu starten. Ja, normaal moet ik hem nu kunnen krijgen.
Samsung, hier is hem. Dat is dus, nu zie je mijn smartphone, hè? En hier heb ik dus Strava opstaan. Dus ik ga Strava openen. Dus ook Strava is een app die je kunt downloaden via de Play Store. Of de, ja, Play Store, dat is dat juist wat ik zeg. Maar het duurt een beetje voordat hem open gaat, zie ik. Dat verwondert me. Ja, daar is hem open. Dus je ziet al onmiddellijk, ik kan nu hier opnemen gaan. Je ziet hier beneden opnemen. Ja, je kunt ook mijn profiel, je kunt de training, je kunt eigenlijk alles. Ik ga hier gewoon opnemen doen. En maar hij gaat heel langzaam, dat verwondert me. Ja, en dan kan ik starten. Maar wat kan ik hier nog doen? Dat is gewoon hier, ik wil fietsen. Oké, dan ga ik gewoon mijn e-bike, hè, of een gewone fiets, of je gaat wandelen, of je kunt hiken, hè, of je kan kano, je kunt hardlopen, je kunt eigenlijk kiezen wat je wilt. Ik ga nu gewoon fietsen kiezen. En dan staat daar mijn elektrische fiets en dan druk ik start. Hè. Op dat ogenblik begint mijn Strava op te nemen. En dat is, je kunt je telefoon in je zak steken, die neemt op. En die heeft veel meer ruimte, omdat hem dan geen beeld geeft. Hè. Dus je gebruikt geen beeldscherm, geen energie. Dus je Strava gaat veel langer mee tegen als je daar altijd moet zitten op kijken. Als je een route volgt op je smartphone, dan moet je het beeld altijd hebben en dan gaat er heel veel energie weg. Dus nu doe ik mijn smartphone toe. En ik ben gewoon aan het opnemen. Hè? Dus ik kan ook gewoon, als ik start zeg, ik heb nu op start gedrukt en die begint gewoon op te nemen. Nu op het ogenblik dat ik hier op klik, dan kan ik ook altijd zien waar dat ik zit. En dat is dus heel interessant. Dus als ik via Route U een wandeling uitgestippeld heb, hè, dan kan ik altijd, als ik bezig ben met Strava aan het wandelen, en ik heb hier, en ik weet waar, en ik kan hier aanduiden waar dat ik zit, en hij zegt onmiddellijk, daar zit jij. Dus als ik dan een pijltje weg is van een wandeling, die voorhand uitgestippeld is, dan kan ik op dat ogenblik altijd zeggen, ik moet links of rechts gaan, omdat ik de kaart van Route U gedownload heb. Ik kan dus, met mijn kaart kan ik dat zien, die kan ik gaan oproepen. Ik denk dat ik zelfs hier nog kaarten heb opstaan. Ik kan eens gaan kijken, want ik denk dat ik nog kaarten heb opstaan in mijn... Ik ga eens even kijken, want ik denk dat ik nog kaarten heb opstaan in mijn... die ik gedownload heb met een wandeling. Ja, hier hebben we een Route U. Dat is één. Ik ga die openen. Als hij doet het, mensen. Ja, hij doet het. Je ziet, hier zit dat is een route die ik gewandeld heb, een kleine spouwen. Dus een kleine spouwen, Rosmeer, heb ik die wandeling gedaan. Dus als ik nu aan het gaan ben en ik zie dat ik op dat punt zit hier, op dat punt zit, ben met een Strava. En hier is het kaartje is bijvoorbeeld weg, waar ik moet naartoe gaan. Dat gebeurt soms dus niet veel, dat een boer bijvoorbeeld per ongeluk dat afgereden heeft met een tractor of zo, of dan een kwajongen daar kaartjes weggenomen heeft. Dan kun jij op je Strava altijd zien, ik kom van hier gewandeld, ik weet dat ik dan rechts moet gaan. En, dat is, en dan heb je niet zoveel energie nodig van je smartphone, maar kun je het op die manier wel gaan zien. En dat is dus heel plezant. He, want dat kun je gewoon, nu moet ik even terug naar mijn Strava gaan. Terug naar mijn Strava. Dus als ik hier nu zit en ik weet dat ik hier ergens, hier is een plaatje weg, dan weet ik dat ik hier, als ik op mijn Strava zit, dus de kaart zegt dat ik naar rechts moet gaan bijvoorbeeld, dan weet ik dat, dan kan ik dat hier zien, dat ik naar rechts moet gaan. En dat is dus wel heel plezant. Dus dat doe ik dus wel. Ik ga elke wandeling die ik vertrek, omdat ik dikwijls niet weet waar dat ik zit, hè, want ik ben over tijd in Diepenbeek in de Nittelbroeken geweest. Ja, dat was één moeras daar, hè, waar ik daar in aan het wandelen was. Dan zijn we blij dat je weet waar je zit, als er een kaartje weg is hoor. Want anders zit je daar helemaal in de knoei. Dus op die manier gebruik ik dus ook altijd mijn Strava om gaan te wandelen of gaan te fietsen. Ik heb altijd mijn Strava opstaan, zodoende dat ik altijd weet waar dat ik zit. En dan kan ik ook altijd
eventueel met Heerwig O gaan werken. Moest ik ergens uitvallen dat ik helemaal geen verbinding of niet meer weet waar ik zit en dat ik ergens moet naartoe gaan, kan ik in mijn Heerwig O kan ik die ook laten zien. Dat is ook weer al in een app die ik heb opstaan en waar je dus ook, even kijken waar die staat, gebruik die op dit ogenblik niet meer zoveel. Vroeger gebruikte ik die altijd in de auto als GPS. Maar ook daar kun jij dus altijd zijn giet. Hij zegt al onmiddellijk, hier ben ik. Dus als je dan ergens naartoe moet gaan, ik moet bijvoorbeeld in Welle zijn. Goed, dan breng ik gewoon hierin dat ik in Welle moet zijn. En dan geeft hij mij de weg wel hoe ik moet rijden of hoe ik moet wandelen. Dus hij zegt, dan moet je nog 4 kilometer gaan, heeft hij mij juist al gezegd. En hij geeft me hier al onmiddellijk de weg aan, dus route beschrijven. Yep. En ik ben dan onmiddellijk in mijn route die ik moet doen. Dus dat is altijd interessant. Want ze hebben een fiets, 25 minuten, zegt hij. Hij geeft me dan ook onmiddellijk aan hoe ik met de fiets moet rijden. Voilà, hij geeft me de weg aan hoe ik moet rijden. En hij zegt zelfs hoe ik moet rijden als ik de weg kwijt ben. Dat is dus ook altijd heel interessant om te doen. Dus dan heb ik nog een ander, omdat ik heb gezien dat er toch nog mensen waren die zeiden, wij hebben ook nog andere programma's, Komoot of Osmand. Maar er is ook weer al een hele interessante, die je ook kunt gebruiken op de smartphone. Voor te fietsen is die heel interessant. Ik wil even weggaan. En dat is, nu moet ik vlaanderenfiets.be. Vlaafiets. Ik heb hem maar ergens erop staan hoor. Maar ik weet niet eens waar ik hem heb staan. Wacht, dan vind ik het hier wel. Maar ik weet dat ze hier alfabetisch staan. Vlaanderenfiets. Hier ziet hem staan. Vlaanderenfiets. Ik ga die eens openen. Die kunnen we dan helemaal gebruiken via uw smartphone. Ja, nu gaat hem een nieuwe versie downloaden. Dat had ik niet verwacht dat dat ging gebeuren. Ja, hier hebben we ook een routeplanner. Dat is hem hier. Hier hebben we ook mijn routes die ik opgeslagen heb. Die staan er ook allemaal op. Dus en ik ga eens naar mijn routes gaan. Mijn routes die ik opgeslagen heb. Ik hoop dat ik er dan nog op sta. Ja, en bijvoorbeeld, ik ben naar de coureur in Kerniel gegaan. Dat is ook een fietscafé. Hè? Dus waar ik eraan, ik ga die route openen. En hier zie je ook weer al. Ik kan gewoon zeggen, de rode is de route die ik gedaan heb. Ik ga hem even verkleinen. Ja, ik moet die toch kunnen verkleinen. Ja, dat doet me niet. Maar wat je hier wel hebt, je hebt die route zo, je kunt die hier ook uitstippelen met de knooppunten. Maar je hebt hier ook die mogelijkheid. En dan zit het in een keer. De knooppunten ook weer op uw smartphone, hoe die hele route rijdt. Hè? Dus je kunt dan ook weer op de smartphone deze route helemaal volgen. Dat is mijn Vlaafiets. Dat is ook altijd interessant. Die heb ik wel dikwijls in de reserve staan. Moest ik ergens iets kwijtraken, bijvoorbeeld als het heel veel regent en ik heb dat rond mijn stuur gebonden, geplakt. Ja, als dat nat wordt, dan gaan die cijfertjes weg. En dan zijn ze soms wel eens blij dat je die ook weer al op Vlaafiets hebt staan. Als je ergens niet weet hoe je moet rijden, dat je erop kunt kijken op je Vlaafiets. En dat is dus ook wel heel interessant om te doen. Zo, ik denk dat ik nog een deel vragen ga moeten beantwoorden, veronderstel ik toch. Want ik heb toch hier en daar vragen zien komen. En dan wil ik even gaan kijken, want ik zie dat er iemand zijn handje omhoog gestoken heeft, denk ik. Nee, toch niet. Maar zijn er vragen nog? Laura, ja. Misschien heb jij vragen. Ja, ik heb een vraag van Mark. Die vraagt over RouteU.
Worden die routes opgeslagen op de eigen computer of alleen via de RouteU-website? Je kunt die downloaden, hè, heb ik u gezegd. Je kunt die... wacht, ik ga die nog eens laten zien. Ja, kom. Maar eigenlijk staan ze altijd op de RouteU-website. Ze staan altijd op de RouteU-website, maar je kunt ze downloaden. Ja. Je kunt ze downloaden en dan staan ze op je computer, hè? Of op je smartphone. Ja, als je dan met de smartphone gaat, wacht, ik ga even terug, waar staat de manager? Heb ik hem toch niet gesloten, zeker? Nee. Waar staat hem nu? Waar heb ik hem nu staan? De scriptprogramma, dat is... Ik heb hem zelfs toch niet gesloten, zie ik. Ik heb hem toch opstaan. Ah, hier zit ik erop. Dus, even vergroten, want ik raak niet op alles wat ik wil hebben. Ik ga mijn eigen routes. Goed, ik heb hier gewoon een route. Dus dat is de route. Ik kan die downloaden. Voilà, dat was niet juist. Ik kan die downloaden gaan. Overzicht afdrukken. Downloaden. En nu kan ik ze natuurlijk nu kan ik ze op mijn PC opslaan. Hè? Dus nu, dit kan ik opslaan. Hè? Dan kunnen wissen, kunnen hier opslaan. Hè? Kunnen ze opslaan op een PC of je kunt ze uitdrukken. Eigenlijk heb je twee mogelijkheden. Je kunt dat zelf nog doen, wat ik juist ook gezegd heb. Wat ik altijd doe, dan scan ik gewoon deze QR-code in. Hè? Als ik deze QR-code ingescand heb, heb ik de route ook altijd op mijn smartphone staan. En dan, dan staan ze ook op RouteU, maar ze staan ook altijd dan op mijn smartphone of op mijn computer, hoe dat ik het ook doe. Hè? Dat zijn mogelijkheden die je hebt. Ja, dat is duidelijk. En dan nog een vraagje van Dirk. Hij vraagt of er met die apps zoals Strava en Fiets Vlaanderen, of dat daar veel dataverbruik is. Ik heb juist gezegd, mijn Strava, die gebruik ik altijd. Dus wanneer heb ik daar problemen mee? Als ik 's morgens om 9 uur vertrek en 's avonds om 5 uur thuis kom. Dan ga ik het laatste stuk van mijn route denk ik niet meer op mijn Strava hebben staan. Dat gebeurt soms eens. Maar dan ben ik bijvoorbeeld, als ik normaal rijd ik al de eerste mijl naar Scherpenheuvel, dat is 72 kilometer. We gaan dan 's middags eten. Als ik dan het verstand heb om die 's middags af te zetten, of dat te pauzeren, dan gaat hem geen data verbruiken. Maar ik vergeet dat gewoonlijk altijd te pauzeren. Of als ik hem pauzeer, vergeet ik hem daarna terug op te zetten. Dus dat is het probleem dan dat je dan hebt. Maar normaal komt die toe, behalve als je een ganse dag doet. Als je met Vla fiets, daar moet je mee oppassen. Dan verbruikt hij, vooral als je scherm oplicht, als je scherm brandt, als daar energie in verbruik wordt, dan gaat het altijd tekort komen. Ja. Maar bij Strava is mijn scherm uit. Hè? Het is maar gewoon de opname die er gebeurt. Hè? Maar Rick, gebruik je dan ook data? Niet alleen batterijen, maar data. Online. Ah, nee, het is offline. Offline. Ah ja. Ik gebruik geen data. Offline. Ook mijn RouteU? Verbruik je data. Maar het is daarom ook dat ik zeg, ik gebruik die nooit, omdat je toch niet toekomt. Hè? Dus na 2 uren is je batterij op, of je moet een powerbank hebben. En als je dan een grote powerbank hebt en die 2-3 keer kan opladen, dan is het geen probleem. Dan kom je toe. Maar als je een powerbank hebt, moet je die, en gewoonlijk ook al vrij zwaar, moet je die ook weer meenemen. En dan heb je allemaal maar last mee wat je, en die je in je zak moet steken. Hè? Want je moet in verbinding staan met je smartphone. Hè? Ja, maar ik rijd regelmatig routes naar, vooral met de mountainbike.
Ja, dan moet je online zijn. Hè? Dan moet je online zijn, ja. Maar dan zou ik je aanraden van een Garmin te kopen. Ja, de Garmin, dat scherm speelt het klein. Ja. Dat zie ik niet op de fiets. Ja, dat is het probleem. Dat is het probleem ook. Ik zie die renners ook allemaal, die hebben ook allemaal, maar ik denk niet dat het een smartphone is, die coureurs. Die hebben daar ook allemaal op staan, maar ik denk niet dat het een smartphone is. Hè. Ja, op de weg is dat niet zo erg. Hè. Mijn mountainbike zit constant te draaien, heel kort naar elkaar. En dat is dan een nodig. Dan hebben we nodig, ja Willy, dat kan jongen, dat weet ik niet. Maar dat gaat er niet toe komen. Behalve als je een ritje van een uur doet, geen enkel probleem. Hè. Maar als je daar 2 uren gaat rijden, of 3 uren gaat er niet toe komen. 2 uren zou kunnen, als je batterij niet te veel versleten is. Want dat is dus ook nog ons probleem. En mijn mijne is nu op dit ogenblik 6 of 7 jaar oud. Die begint stilletjes af te geven. Hè. Ik gebruik wel een externe batterij. Maar ik wil geen mobiele data gebruiken, want die is ook beperkt in mijn abonnement. Ja. Daar hebben we wel aan de hand. Maar je kunt dus offline ook werken. Hè? Dus je kunt offline werken. Dus dat gaat. Maar dan heb je heel veel dataverbruik. Hè? Dan heb je heel veel energieverbruik. Sorry. Ja. Oké. Okay. Ja. Vragen, Laura? Nee, er zijn geen vragen meer in de chat binnengekomen. Als er mensen zijn die nog vragen hebben, het kan nog altijd. Geen enkel probleem. Ik heb nog wel wat tijd. Ik zie dat er toch nog eentje... Ah nee, toch niet. Als er nog vragen zijn, mogen ze nog altijd komen. Hè. Nu voor de mensen die... Ik weet niet of er computerfreaks bij zijn. Ik heb ook... wij hebben ook altijd onze computerclub hier in Al. Wacht, ja, als ik het nog kan laten zien, wil ik je dat ook nog laten zien. Wil ik je dat ook nog laten zien. Dus je kunt op mijn blog ook altijd... Ah, dat is nog zo. Dat is een dingetje dat ik gemaakt heb. Een gif die ik gemaakt heb. Maar je kunt op mijn blog ook altijd gaan kijken wat we als computerclub geven. Hè? Want volgende keer, 11 mei, hebben we weer computerclub. Kunnen we YouTube-filmpjes omzetten. Naar MP3, hè. Vorige keer gisteren hebben we Fastone gegeven, fotobewerking. Dus voor mensen die daar willen op inpikken, mag voor mij ook altijd. Dus het kunt altijd op mijn blog krijgen. Rick, je hangt vast. Ik weet niet of het alleen bij mij is, maar we horen u niet meer. Je kunt altijd kijken, dus dat kan dingen, hè. Nu zitten we terug. Niks meer? Ja, nu terug wel. Ah, ja. Allee, bij mij toch. Ja, oké. Nog vragen? Zo niet. Dan denk ik dat we zo ongeveer op het einde zijn. Het is 11:30. Ja, ik had nog een vraag. Ja, Willy. Ik heb Strava weggedaan, omdat ik merkte dat als ik aan het fietsen ben en ik stop ergens een paar minuten, dan begint die afstanden bij te voegen. Links, rechts, onder, boven. En dan heb ik soms kilometers meer dan ik echt gedaan heb. Heb je dat ook ooit aan de hand gehad? Nog nooit. Nog nooit voor dat. Die stopt dus niet... En dat is precies of je dan de hele tijd op en neer loopt als je stilstaat. Nee, heb ik nog niet aan de hand gehad. Heb ik nog niet voor gehad. Ik zet mij niet in pauzeren. Praktisch nooit. Omdat als ik hem in pauzeren zet, weet ik dat ik hem vergeet op te zetten. Ja, ik ook, ja. Het zal aan de gsm liggen misschien. Ja, ik heb het nog nooit voor gehad. Moet ik zeggen, nou, ik kan wel eens als ik aan het wandelen ben en... Bijvoorbeeld bij de wandelclub, als je dan iets gaat drinken, dan ga je tot aan een toog wandelen en terug, dat zie je dan wel. Maar dat is dan een paar meter, maar het gaat niet over veel. Dat zie je dan wel. Hè. Ja. Nee, maar voor de rest niet. Ja?
Ik hoop dat het voor iedereen duidelijk was, leerrijk was. Ik krijg hier in de chat ook al iemand die zegt, ik ga me nu klaarmaken om te fietsen. Dus die gaat er al direct mee aan de slag misschien. Voilà. Ik hoop jullie ook allemaal. Hè. Heel fijn dat jullie allemaal aanwezig waren. En ik hoop inderdaad dat je er iets uit hebt bijgeleerd. Want het is natuurlijk veel info. En zeker om zo digitaal via dit te krijgen, via de computer, is het niet gemakkelijk. Maar heel veel bedankt voor jullie aanwezigheid. Moesten er nog vragen zijn, mogen je altijd een mailje doen. Ik denk dat Rick daar zeker graag op antwoordt. En anders zal ik mijn best doen om het uit te pluizen, het antwoord. Maar altijd welkom voor extra vragen. En dan hoop ik dat je er veel aan hebt gehad. En dan wil ik vooral Rick heel erg bedanken voor de voorbereiding en voor het geven van de duidelijke uitleg. Dank je wel. Graag gedaan. Nu, ik heb gezien, ik heb het nu opgenomen gehad en ik ga de opname stoppen. Dus ik ga die nog proberen op YouTube te zetten. En dan kunnen we de URL doorgeven voor de mensen die dat willen, dan ons opnieuw bekijken, dat kan dus ook. Hè? Ja, Rick, geef jij die YouTube dan ook door aan ons? Dan zetten wij die ook op de Okra YouTube en dan voor de mensen die er vandaag niet bij zijn, die kunnen dan ook nog eens kijken. Oké, zal ik doen. Oké, super. Goed, dank allemaal en tot ziens. Dag allemaal, merci. Dus gewoon afzetten met van boven op het telefoontje, rode telefoontje te drukken. Hè? Kunnen afzetten.